Hallo, goeie avond. We hadden een klein technisch probleempje, dus sorry dat we iets later zijn begonnen. Welkom in de Bali. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is een mooie zaterdag, zonnige dag. Dus ik vind het heel fijn dat jullie in de zaal hier willen zitten om dit gesprek te gaan voeren. Mijn naam is Marlijn Geurts, ik ben programmamaker bij de Bali hier. En voordat we gaan beginnen wil ik heel graag een korte introductie op dit programma geven. Wij hebben dit programma samengemaakt met Patricia Gomez. Die heeft ons eind vorig jaar al een mail naar de redactie gestuurd dat ze graag een gesprek wilde organiseren waarbij ze aan de ene kant activisten en grassrootsorganisaties aan tafel wilde krijgen met meer gevestigde instellingen om te praten over het geschiedenisbedrijf en hoe inclusief die is en hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we kunnen samenwerken. En dat vonden we wel interessant, dus daar hebben we een tijd aan gewerkt. We hebben ook een beetje subsidie van de gemeente gekregen om dit te maken, dus ook heel fijn. En uiteindelijk zitten we nu hier bij elkaar. Het is een moeilijk en ingewikkeld onderwerp, dus er waren heel veel partijen die we ook nog hadden willen benaderen, maar sommige konden niet of sommige zijn niet op onze uitnodiging ingegaan, maar we zijn heel blij dat we met een hele grote groep vanavond zijn en dit onderwerp gaan bespreken. Even kijken, wat moet ik nog meer zeggen? Oh ja, er ligt een scheurkaart op jullie stoel. En met wat vragen over de Bali en wat je van het programma vond, daar zijn we altijd benieuwd naar. Als je die aan het eind van het programma inscheurt en inlevert, dan krijg je een consumptiebon en dan kunnen we met z'n allen nog napraten aan de bar. Dus ik denk dat we gaan beginnen. Ik geef graag het woord aan Jamila. Jamila Aanzi, die het programma gaat modereren. Fijne avond, dankjewel. Dankjewel Marlijn, hele goede avond. Ook namens mij welkom op deze zwoele zaterdagavond hier in de Bali. Fijn dat u er bent. Mijn naam is Jamila Aanzi en ik mag deze avond modereren. Een belangrijk onderwerp waar we gelukkig steeds meer over praten, maar dat mag nog veel meer. En ik ben blij dat we dat vandaag doen vanuit verschillende perspectieven, vanuit de wetenschap, de geschiedenis, cultuurinstellingen en onderwijs. Dat gaan we straks doen in twee panelgesprekken, waar we verschillende gasten voor hebben en waar uiteraard ook na elk gesprek ruimte is voor u als publiek om vanuit de zaal vragen te stellen of interactie aan te gaan met de sprekers. Maar voordat we de panelgesprekken starten, hebben we eerst nog twee inleidingen, twee lezingen. En de eerste is van een dame die al is genoemd, want daar is deze avond mede mogelijk door gemaakt, door dit te organiseren, Patricia Gomez. Patricia is onafhankelijk onderzoeker en studeerde nieuwe en nieuwste geschiedenis aan de UvA, schrijft veel over koloniale geschiedenis, geeft geschiedeniscursussen, ontwikkelt lesmateriaal en organiseert symposia en debatten. En ik wil je danken dat je deze avond hebt mede georganiseerd, dat je dit hebt opgepakt. En ik ben benieuwd naar jouw lezing en neem ons mee in de geschiedenis. Patricia Gomez. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Het begint eigenlijk een beetje vervelend, want ik had heel graag jullie van tevoren willen inleiden op mijn programma met de PowerPoint-presentatie. Ja. En eigenlijk hadden jullie die allemaal van tevoren een beetje kunnen bestuderen voordat ik mijn lezing ging houden. Want nu valt mijn lezing jullie een beetje koud op het dak. Maar goed, dingen gaan niet eenmaal allemaal heel goed. Dank je wel. Ik ben ook blij dat jullie hier zijn gekomen met dit mooie weer om over dit lastige, hele lastige onderwerp te gaan praten. Iedereen onderkent of erkent ondertussen dat we in Nederland ook racisme hebben en dat dit vele vormen heeft. En iedereen erkent ook dat de slavernij en de koloniale geschiedenis onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis en dat die moet worden onderzocht en doorverteld. Wij zijn ook zichtbaarder geworden, maar toch levert dit ons niet zoveel op in het geschiedenisbedrijf. Ik beperk me dus tot het geschiedenisbedrijf. Als we kijken naar al die boeken, artikelen, mediaprogramma's die over deze geschiedenis en onze ervaringen verschijnen, dan zien we dat die vooral door de witte nakomelingen worden gemaakt. Zij krijgen de opdrachten, de subsidies, de banen en de status. En wat ze schrijven is vaak eurocentrisch van inhoud.
met veel weglatingen en verdraaiingen, zelfs leugens en ophitsing. Denk bijvoorbeeld aan de gangbare boeken over de oudheid die de rol van Afrika minimaliseren of ontkennen. Het ophitsende werk van onze grote vriend Piet Emmer. En bevooroordeelde artikelen van journalisten, ik noem namen, Maarten Sommer en Sander van Walsum. Ja, ik mag niet publiceren in die kranten tegen hun, dus noem ik nu maar hun namen. Als wel het hele verhaal wordt verteld, is dit meestal gebaseerd op onze informatie en ideeën. En wij fungeren dan als exploitatiemateriaal, zoals vroeger de arbeid van onze voorouders, de delfstoffen van onze herkomstlanden. Bij deze nieuwe vorm van intellectuele exploitatie denk ik dan ook aan linkse mensen, zoals de onvolprezen documentairemaakster Sunny Bergman en de Groene Amsterdammer. Zij maken hele mooie dingen, maar ze nemen ook nauwelijks zwarte mensen daarvoor in dienst, betaald in dienst. We zijn dus al met al anno nu weliswaar in een andere situatie beland, maar we hebben nog steeds geen gelijke toegang in het geschiedenisbedrijf. In deze inleiding ga ik na hoe dit kon gebeuren en wat we eraan kunnen doen. Ik focus hierbij op institutioneel racisme. Dit is de meest ongrijpbare vorm van racisme en het lijkt moeilijk te bewijzen en ook moeilijk te bestrijden. U heeft de dia's niet van tevoren kunnen bekijken, maar ik wegens tijdgebrek kan ik die dia's niet uitleggen. Dus daarom ga ik alleen maar een paar voorbeelden noemen van institutioneel racisme. En dan kan er straks gezegd worden of mensen het met me eens zijn of niet enzovoort. Verder gebruik ik de termen wij en zij en zwart en wit. Dat is best provocerend, denk ik. En ook zal ik niet ingaan op het doen en denken van de groep tussen deze twee uitersten. Eén reden is tijdgebrek. En de andere is dat ik vind dat deze tussengroep, dat deze groep tussen die twee uitersten, het systeem helpen verdoezelen. En dat ze ook worden gebruikt om de ernst van racisme te bagatelliseren of kapot te nuanceren, zoals Ilse van Stichting Bonnie het altijd zo fraai formuleert. Mijn betoog kan schoolmeesterachtig en, zoals ik net zei, provocerend overkomen. En misschien voelt u zich ook aangevallen en beledigd, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik kan niet anders, want alleen zo kan ik duidelijk maken wat ik bedoel. Dus ik bied alvast mijn verontschuldigingen aan. De 19e-eeuwse Franse filosoof Ernest Renan zei dat de geschiedenis het fundament is waarop een natie wordt gebouwd. Volgens hem besluit een volk in een voortdurend gezamenlijk overleg wat haar geschiedenis is. Iedereen die in deze geschiedenis voorkomt, maakt deel uit van die natie. En wie er niet in voorkomt, maakt er geen deel van uit, hoort er niet bij. De geschiedenis, het geschiedenisbedrijf en de maatschappelijke in- en uitsluiting vormen een geheel en ze zijn geen eeuwig vaststaand gegeven. Ze zijn een proces van onderhandeling, van polderen zou je kunnen zeggen. Hier tegenover hebben we de opvatting van de Engelse auteur George Orwell en de oorlogsheld Winston Churchill. Volgens hen wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaars. Zij zeiden dit weliswaar in de context van de Tweede Wereldoorlog, maar voor mij typeert het ook het koloniale geschiedenisbedrijf. Hoewel hun opvatting verschilt van die van Renan, hebben ze wel als overeenkomst de grondgedachte dat de geschiedenis niet alleen een verhaal over het verleden is dat raakt aan de nationale identiteit, maar dat het ook een instrument is om de relatie tussen mensen te regelen en de samenleving vorm te geven in het heden, in de toekomst. Kortom, er staat erg veel op het spel. Het is daarom niet zo vreemd dat wij moeite moeten doen om mee te schrijven aan de geschiedenis. Maar dit is van onze kant niet als een strijd bedoeld en zeker niet als een strijd om de macht. Als we het woord strijd toch moeten gebruiken, dan zou ik dat een vredelievende strijd noemen. En het doel hiervan is een eerlijk verhaal en een eerlijke toegang.
Onze vredelievende strijd is in de jaren 70 begonnen via de welzijnsinstellingen en zelfhelpgroepen van vrouwen. En nu denkt u, waar gaat ze nu in hemelsnaam naartoe? Maar dat merkt u straks wel. Deze vrouwen streden niet direct tegen racisme, maar zij probeerden de gevolgen ervan te verzachten. Daar kwamen in de jaren 80 en 90 bewustzijns- en empowerment-organisaties bij van zwarte vrouwen zoals Beryl Beekman en van zwarte intellectuele feministes als Gloria Wekker en Truutje Leeuwenthal. Al deze vrouwenorganisaties en vrouwen vormden met elkaar een zwarte vrouwenbeweging. En ze werden geïnspireerd door de zwarte Amerikaanse burgerrechtenbeweging en het zwarte Amerikaanse feminisme. Binnen deze beweging is eind jaren 90 de behoefte gegroeid om onder meer een kennisinstituut te hebben en zelf onze geschiedenis te onderzoeken en door te geven. Want wij vonden dat het gangbare geschiedenisverhaal niet klopte. We kwamen met nieuwe vragen, nieuwe bronnen, nieuwe interpretaties. En dit leidde tot een nieuwe methode, namelijk het zwarte perspectief, dat we nu het meervoudig perspectief noemen. En wij brachten ook een nieuw onderzoeksobject in, namelijk het slachtoffer. In het rijtje van koningen, krijgsheren, heilige arbeiders, vrouwen en dergelijke hebben wij nu dus ook de slachtoffers van de transatlantische slavernij en hun nakomelingen. Hiermee heeft de zwarte vrouwenbeweging in Nederland niet minder dan een nieuw paradigma aan de geschiedschrijving toegevoegd, een nieuw model. Dit is een organisch gegroeid model, en heel fraai gezegd, vanuit een existentiële behoefte aan zelfverwerkelijking. En dit gebeurde in een tijd dat de meeste witte historici en de samenleving nauwelijks belangstelling hadden voor de slavernijgeschiedenis. Ik benadruk dan ook dat zij hier geen aanzet toe hebben gegeven. Ik ben echter nog geen historiograaf tegengekomen die deze prestatie heeft onderkend. Laat staan dat hij of zij die heeft opgenomen in de geschiedenis van de geschiedschrijving. Dit, beste mensen, is mijn eerste voorbeeld van institutioneel racisme. Het systemisch negeren van de zwarte bijdrage. En de zwarte Amerikaanse Kimberly Crenshaw zei in een TED-talk: "When the facts don't fit the frame, dan worden ze niet genoemd." En de frame is hier dat wij zwarte dommer zijn dan witte. Daarom zien en waarderen ze over het algemeen niet wat wij presteren. Uitzonderingen daargelaten. Een ander voorbeeld van institutioneel racisme is de stopzetting van de instellingensubsidie van het NINSEE. Dit kennisinstituut was ook geïnstigeerd door de zwarte vrouwenbeweging onder leiding van Beekman. En het werd in 2002 opgericht met de enthousiaste hulp van de overheid. De overheid verloor echter al na 10 jaar haar enthousiasme en schafte in 2013 de instellingensubsidie af. Het was crisistijd en er moest bezuinigd worden. Dat was het argument. Het NINSEE moest voortaan maar op projectbasis bij het Mondriaanfonds en andere witte fondsen aankloppen, net als wij. In dezelfde tijd echter, en ook daarna, bleef de overheid wel de witte kennisinstituten en instellingen subsidiëren, zoals het NIOD, KITLV, de VU, Rijksmuseum en witte professoren en onderzoekers. Maar dit niet alleen. Deze, ik noem ze maar belanghebbenden, ik bedoel het niet beledigend, maar belanghebbenden. Deze belanghebbenden zijn zich ook nog eens massaal gaan toeleggen op de slavernijgeschiedenis, zoals ik aan het begin van mijn lezing heb verteld. Het gevolg is dat deze bezuinigingsmaatregel, die naar zijn aard neutraal was, drievoudig nadelig voor ons heeft uitgewerkt en drievoudig voordelig voor onze witte broeders en zusters in het historisch bedrijf. Want zij beschikken nu niet alleen over meer subsidie,
meer onderzoeksmogelijkheden, meer instituten, meer banen en opdrachten. Maar met hun 400 jaar oude, en ik zeg het, oneerlijk verkregen ontwikkelingsvoorsprong, een oneerlijk verkregen ontwikkelingsvoorsprong, kunnen ze ons ook nog eens veel beter beconcurreren in het geschiedenisbedrijf. Ik kan niet opconcurreren bij opdrachten met mijn witte broeders en zusters die tegelijk met mij zijn afgestudeerd. En dan op een onderwerp, notabene, dat wij notabene op de kaart hebben gezet. En het derde, die van de drievoudige, het derde is dat zij gewone concurrentiepositie hebben. Zij hoeven niet extra te concurreren vanwege ook nog eens racisme, gewone racisme, want dat gaat ook nog door. Dus behalve institutioneel racisme ook andere vormen. Kijk maar naar de statistiek. Dit, dames en heren, is een ongemakkelijke waarheid. En ik ben ontzettend blij dat het panel hier heeft willen komen om uit te leggen wat zij hiervan vinden. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar goed, even snel door. Een ander voorbeeld van inhoudelijke aard is: in de gangbare geschiedschrijving wordt verzwegen dat de Surinaamse slavernij een genocidale slavernij is geweest. En het argument van onder andere professor Gert Oostindi is dat er bij genocide sprake is van de intentie massaal te doden. En dat is in het geval van de transatlantische slavernij niet het geval, want daar was de intentie massaal uit te buiten. Maar, zeg ik, als de massale uitbuiting tot gevolg heeft gehad dat het aantal nakomelingen van de slaafgemaakte Afrikanen in Suriname met ongeveer 87,16% is afgenomen in een periode van 250 jaar, dan is hier volgens mij sprake van een niet-intentionele genocidale uitwerking van de slavernij. In ongeveer dezelfde periode is de Nederlandse bevolking met 90-93% toegenomen. Dit verzwijgen van de genocidale uitwerking dient een nationaal belang. Die genocide doet nimmer, immers niets voor de nationale identiteit en het kan door de zwarte erfgenamen worden gebruikt om herstelbetalingen te eisen. En dan wil ik nu even een laatste voorbeeld noemen, want het is doodstil in de zaal. We hebben geen mogelijkheden om institutioneel racisme aan te geven bij de politie, de antidiscriminatiebureaus of het college voor de rechten van de mens. Dit heeft te maken met de neutraliteit van de betreffende structuren en de regels en met de personele samenstelling van deze meldpunten, want deze zijn op beleids- en directieniveau overwegend wit, met een wit cultureel archief. Jullie kennen die term wel van Gloria Wekker. En ik heb het dus niet over de uitzonderingen, de goedwillenden die hard hun best doen. Hè? Het gaat nu om iets duidelijk te maken. Goed, in het geval van vakinhoudelijk institutioneel racisme is het nog moeilijker om bij hen een klacht in te dienen. Zo weet ik niet tot wie ik mij moet wenden om aandacht te vragen... voor het eurocentrisch gebrek aan inzicht in de historiografische ontwikkeling die ik jullie net genoemd heb. En dit gebrek aan inzicht, vooral dus bij witte geschiedenistijdschriften en de kranten. Hun redacties zijn vaak blind voor onze bijdrage. Ze zien zichzelf als de norm en die staat niet ter discussie. Ik denk dat institutioneel racisme eigenlijk wel goed is te bestrijden. Want het manifesteert zich niet alleen via onpersoonlijke structuren, maar het heeft ook een persoonlijk component en daar ligt de oplossing. Want structuren en regels zijn de som en de neerslag van het denken en doen van individuen. Dit betekent dat het individu die werkzaam is in een structuur, wel verantwoordelijkheid draagt, wel aangesproken kan worden en wel verandering kan bewerkstelligen.
De witte socioloog Steve Garner schreef in 2007 dat het hoog tijd is dat de witte mens over zichzelf gaat nadenken. En dit kan volgens mij alleen maar tot gevolg hebben dat het witte individu gaat beseffen dat hij of zij een oneerlijke voorsprong van 400 jaar heeft. Daar begint het mee. Of hij nou van paupers afstamt of niet. En dat hij beseft dat hij de wijsheid niet in pacht heeft en dat eerlijk delen voor iedereen beter is en ook voor onze aarde. En ook even terzijde, maar ik heb hier geen tijd voor gehad om dit uit te werken, wil ik ook zeggen dat ik hoop dat onze zwarte elites op hun beurt gaan beseffen dat zij schatplichtig zijn aan het zwarte activisme en dat zij die dus moeten ondersteunen, want ze hebben hun mooie posities echt niet alleen aan hun eigen prestaties te danken. Ze zijn onderdeel van het systeem. En drie andere oplossingen zeg ik nog maar snel. Inhaal- en stimuleringsprogramma's, monitoring, quotas en sanctionering. En daar gaan we straks met het publiek ook over praten. En dan wil ik tot slot zeggen, racisme is niets anders dan een middel om niet eerlijk te hoeven delen en je beter te voelen dan een ander. En waarom zouden we dat anno nu nog willen? Dank je wel. Dank, Patricia. En het was volgens mij terecht heel erg stil in de zaal. Want wat een geschiedenis en wat een cijfers. Dank daarvoor. Het komt vast en zeker terug in de gesprekken straks in onze panels. Maar we gaan nog eerst door met een volgende lezing. En daarvoor gaan we naar een andere bladzijde uit onze koloniale geschiedenis, namelijk Indonesië. Want als aanvulling op het verhaal van Patricia gaan we luisteren naar Marjolein van Pagé, die haar visie deelt op het onderzoek naar onze koloniale geschiedenis in Indonesië, waar ze zelf de tendensen ziet. Marjolein is onderzoeker, journalist en fotograaf, reist regelmatig naar Indonesië, deed historisch onderzoek op Oost-Java en is oprichter van Stichting Historie Bersama, een online platform met Nederlands-Indonesische vertalingen van artikelen over het koloniale verleden. Een hele mond vol, maar ik ben zeer benieuwd naar jouw lezing, Marjolein van Pagé. Goedenavond. Ja, het is de tweede keer dat ik ergens moet spreken en dat ik een presentatie heb voorbereid. Eigenlijk met een publiek, wit publiek, nou niet helemaal wit publiek in gedachten, maar de boodschap is daar wel voor bedoeld. Ik had verwacht dat in ieder geval de gemeente Amsterdam en een aantal mensen die meedoen aan het grote onderzoek er zouden zijn. Ik neem aan dat ze meekijken via de livestream, dus dit is wat ik wilde zeggen. Als we het hebben over representatie en buitensluiting, is het allereerst van belang om het machtssysteem te doorgronden. Want wie sluit wie buiten? Hoe wordt omgegaan met kritiek? Tot hoever reikt de vrijheid van meningsuiting? En van belang is ook de hiërarchie. Hoe zit de machtspyramide in elkaar? Wie staat er aan de top? Wie zit er tussenin? En wie zit er helemaal onderaan? En hoe bespeelt de top de lagere regionen in deze piramide? En als er sprake is van buitensluiting, hoe verhouden gender, uiterlijkheden, etnische achtergrond, sociale klasse en iemands mening zich tot elkaar? Racisme naar niet-witte mensen is historisch gezien een belangrijke pijler. Een tool waarmee de witte minderheid mondiaal eeuwenlang de niet-witte meerderheid heeft kunnen domineren. Toch is niet de enige factor die nu van belang is. Als persoon van kleur kun je op basis van bepaalde condities toch toetreden tot het westerse machtsimperium. Uiteraard op de voorwaarde dat je enigszins meepraat, dat je niet al te kritisch bent. Buitensluiting staat dus ook nog in verband met de ideeën die je uitdraagt. Aan de hand van drie voorbeelden wil ik laten zien dat de gevestigde orde, de overheid, de media en de universiteiten nauw samenwerken en op elkaar inspelen. Wat ik vooral wil laten zien is dat koloniale geesten zowel in linkse als in rechtse kringen opdoemen, hoe tegenstrijdig hun ideeën ook zijn. De linkse racisten weten het alleen beter te camoufleren. Er is sprake van controlled opposition. Ik stel dat niet links of rechts, maar de middenmaat regeert. Met mijn eerste voorbeeld grijp ik terug op de ethische politiek die in Nederlands-Indië begin 20e eeuw werd ingevoerd.
Het tweede voorbeeld gaat over de manier waarop met kritiek op dodenherdenking is omgegaan. En het derde voorbeeld gaat over het door de overheid gefinancierde onderzoek naar geweld in Indonesië tussen 45 en 49 en de omgang met niet-witte critici als Jeffrey Pondaag en Francisca Patipilohi, die gelukkig vanavond wel hier mogen spreken. Nee, we leven niet in een klassieke autoritaire staat. Er is geen sprake van een simplistisch complot. Journalisten en academici kunnen formeel schrijven wat ze willen. Zolang je je binnen de toegestane marges begeeft, is er ogenschijnlijk niets aan de hand en worden artikelen geplaatst, word je gehoord. Maar zodra je buiten die marges treedt en fundamenteel kritische vragen gaat stellen, dan gaan deuren dicht, worden stukken niet geplaatst, word je persoonlijk gecriminaliseerd of gewoonweg genegeerd. Dus ik meen dat het een misvatting is te denken dat de machtsstrijd gaat om onder andere progressief links, dat antikoloniaal, antiracistisch pleegt te zijn, tegen conservatief of nieuw extreem rechts. Als verduidelijking hiervoor neem ik de ethische politiek, die begin 20e eeuw door het koloniale regime in Nederlands-Indië ingevoerd werd. Want ook vanuit historisch perspectief vormden witte kolonialen geen eensgezinde elitegroep. Onderling speelden zij ook allerlei machtspelletjes en waren enorm corrupt naar het eigen systeem toe. De witte elite vocht elkaar de tent uit en reden twisten over hoe er gekoloniseerd moest worden. Met aan de ene kant de openlijke diehard kolonialen en aan de andere kant de politiek correcte humane kolonialen, wat natuurlijk helemaal niet kan. Het verraderlijke aan het ethische sausje is dat het de werkelijke koloniale uitgangspunten verbloemt. Want geen van allen maakte zich druk om de vraag wie geeft ons het recht om dit gebied als koloniaal bezit te beschouwen. Ook de aanhangers van de ethische lijn redeneerden slechts het mag niet alleen om eigen gewin gaan, we moeten ook iets terugdoen. Deze houding, dit gedrag, kent een continuïteit. Neocoloniale bemoeienis onder het mom van het verdedigen van mensenrechten, het verspreiden van democratie. Dat is het leugenachtige wat de ethische politiek destijds en het huidige linkscorrecte denken zo gevaarlijk maakt. Het tweede voorbeeld is 4 mei, de jaarlijkse geschiedvervalsing. Op 4 mei ligt de nadruk op Nederlanders als slachtoffers van Duits en Japans fascisme. Niet alleen in Europa, ook in Zuidoost-Azië. De kolonie Nederlands-Indië komt tijdens de herdenking wel aan bod. Echter, ook in deze context worden Nederlanders uitsluitend als slachtoffer neergezet. Voor wie dat niet weet, in Nederlands-Indië gold een apartheidssysteem waarbij wetgeving gebaseerd was op 3 raciale constructies. De meest invloedrijke categorie, de minderheid, bestond, of course, uit Europeanen. Overigens waren dit niet alleen witte mensen. Hieronder vielen ook Indo-Europeanen indien hun vader hen officieel erkend had. En ondanks het dagelijks racisme waarmee zij te maken hadden, genoten zij, juridisch gezien althans, dezelfde rechten als de witte bovenlaag. Echter, als hun vader hen niet erkende, dan belanden zij vanzelf in een van de 2 andere categorieën. De middengroep omvatte de vreemde Oosterlingen, waarmee Chinezen, Arabieren en Indiërs bedoeld werden. Zij kregen weer een apart identiteitsbewijs met bijbehorende privileges. En helemaal onderaan de racistische ladder stond de lokale bevolking die in vergelijking met de andere 2 groepen nauwelijks rechten genoten. Het behoeft weinig fantasie om een voorstelling te maken van hoe genormaliseerd racistisch denken was binnen die context. En helaas is 4 mei dodenherdenking het bewijs dat dit alles nog steeds niet achter ons ligt. Want op 4 mei worden alleen een paar duizend Europeanen herdacht voor wat betreft de Japanse bezetting van Indonesië. In werkelijkheid echter verloren 4 miljoen mensen het leven. Maar zij worden niet genoemd omdat het geen Europeanen waren. Al stelt de huidige Nederlandse wetgeving dat Indonesiërs formeel tot en met 1949, de soevereiniteitsoverdracht, nog onderdanen waren. Nog problematischer is dat de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog op 4 mei wel ter sprake komt, maar dat men alleen verwijst naar de Nederlandse militairen die sneuvelden. Dat is vreemd, want het Nationaal Comité zegt officieel geen daders te willen herdenken. De meer dan 100.000 Indonesische slachtoffers die door de Nederlandse agressieoorlog het leven verloren, worden niet genoemd.
Zo wekt de herdenking van 4 mei de onjuiste indruk dat Nederlanders in de wereldgeschiedenis alleen maar slachtoffers waren. En dat is regelrechte geschiedvervalsing. Het openlijke verzet begon in 2016 met de hashtag Geen 4 mei voor mij van Christa Noëlla. En 2 jaar later gevolgd door Rogier Meijerink, die eveneens onder de tag Geen 4 mei voor mij een lawaai-demonstratie aankondigde. En toen het hele land over zich heen kreeg. Van links tot rechts werd hij in alle media als een activistische oproerkraaier geframed. Hoe durfde hij zo oneerbiedig de heilige stilte van 4 mei aan te tasten? Maar weinigen draaiden de vraag om. Hoe durfde het Nationaal Comité zo oneerbiedig te zijn door koloniale daders te herdenken en apartheid voor te zetten? De Bali organiseerde een debat, maar Rogier en zijn medestanders werden niet uitgenodigd. Juri Albrecht, de directeur van de Bali, tweette: "We vonden de man niet relevant en te veel een aandachtsjunk voor een plek bij een publiek gesprek." Het mag duidelijk zijn wat ik hiermee wil zeggen. Als witte man werd Rogier natuurlijk niet buitengesloten om zijn huidskleur, maar wel om zijn mening. Hij had de grenzen bereikt van hoe ver de vrijheid van meningsuiting reikt. Zijn niet-witte medestrijders, waaronder Michael van Zijl, kregen uiteraard veel meer naar hun hoofd geslingerd en werden door de autoriteiten als terroristen bestempeld. Toch is criminalisering van critici niet de enige manier waarop de gevestigde orde met kritiek omgaat. Gewoonweg negeren valt ook onder de tactieken. Ik ben nu aangekomen bij mijn derde voorbeeld, het laatste, waarbij ik inga op de manier waarop de 93-jarige Francisca Patibilohi systematisch genegeerd is in het debat dat mede door haar inbreng is ontstaan over het door de overheid gefinancierde onderzoek naar 45-49, de onafhankelijkheidsoorlog. Dit onderzoek werd in het najaar van 2017 publiekelijk gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Het was een nagenoeg wit feestje. Geen Indonesiër sprak op deze avond. De voertaal was ook Nederlands, terwijl de meeste Indonesiërs die taal niet machtig zijn. Dus eigenlijk ook al een vorm van buitensluiting. Maar ook de in Nederland woonachtige Indonesiër Jeffrey Pondaag, die baanbrekend werk heeft verricht met de succesvolle rechtszaken tegen de staat, was niet uitgenodigd. Niet lang na de kick-off van het onderzoek nam mevrouw Patibilohi samen met Pondaag het initiatief om de regering een brief te schrijven met hun inhoudelijke bezwaren over de aanpak van deze studie. Helaas kon ik in deze korte spreekbeurt de inhoud niet behandelen. Maar een van de belangrijkste punten is dat kolonialisme en de koloniale mindset als oorzaak van al dat geweld niet het vertrekpunt vormt. De bewuste brief heb ik destijds via de website van mijn stichting Historie Bersama naar buiten gebracht en is inmiddels door 144 mensen ondertekend. Maar nooit heeft een Nederlandse journalist op een fatsoenlijke manier aandacht besteed aan de brief en de inhoudelijke kritiek. Laat staan dat beide initiatiefnemers zijn geïnterviewd. Onwetendheid kan het niet zijn. Wij hebben talloze persberichten verstuurd en diverse journalisten persoonlijk aangesproken. Voor de publieke presentatie van die brief in Leiden hadden zich maar liefst 150 mensen aangemeld. Waaronder ook veel Indonesische studenten, de Indonesische ambassadeur, maar ook een ambtenaar van BUSA en NRC-journalist Frank Vermeulen. Je zou denken, als een project van 4,1 miljoen euro belastinggeld zoveel kritiek krijgt meteen na de lancering, dan is dat toch nieuws? Niets daarvan. 1,5 jaar lang doodse stilte. Slechts een heel enkele keer werd alleen Jeffrey zijdelings in verband gebracht met de kritiek, maar stevast werd hij weggezet als een activist die op ongefundeerde wijze zomaar wat riep. Terwijl de open brief een bijlage heeft van 13 punten met talloze verwijzingen naar literatuur. Op een gegeven moment maakte Historisch Nieuwsblad het zelfs zo bont dat ze Gloria Wekker beschreven als de persoon die achter de kritiek zat. Terwijl zij heeft hier helemaal niks mee te maken en ze heeft de brief niet eens ondertekend. Diverse opiniestukken van onze kant werden afgewezen in de gevestigde media hier in Nederland. Tegelijkertijd krijgen de onderzoekers die meedoen aan het onderzoek wel ruim baan in de media. Vaak ook nog met de oproep om naar de Indonesiërs te luisteren. Maar waarom zijn ze dan zo doof voor wat deze twee Indonesiërs hen te zeggen hebben?
Waarom wordt met name mevrouw Patipilohi volledig genegeerd, alsof ze niet bestaat? De overheid beantwoordde de brief door te zeggen dat de onderzoekers zelf de academische vrijheid hebben om het onderzoek in te vullen en dat de overheid zich daar niet mee bemoeit. Dat is onzin. Er is sprake van overheidsbemoeienis. Om te beginnen had de VVD destijds inhoudelijke eisen gesteld. Zij wilden alleen geld uittrekken op voorwaarde dat het Indonesische geweld evenredig aan bod zou komen. Uitgaand van het principe waar twee vechten, hebben twee schuld. Dit is 1-op-1 overgenomen door het onderzoeksteam. Daarbij komt dat een van de 3 instituten die het onderzoek uitvoert direct onder het ministerie van Defensie valt. Sterker nog, zij staan de overheid bij in de Indonesische rechtszaken. Een oud-generaal zit nota bene in de wetenschappelijke adviescommissie. Wat doet hij daar? In de maatschappelijke klankbordgroep zit geen enkele Indonesische organisatie. Ook die van Jeffrey Pondag niet. Maar wel de Vereniging voor Veteranen. Goed, ik wil niet al te cynisch klinken. Ik denk dat het absoluut zin heeft om kritiek te blijven uiten. Ook al lijkt het alsof we niet worden gehoord. Maar laten we vanavond niet naïef zijn. Laten we de problematiek van buitensluiting niet slechts wijten aan bijvoorbeeld de onmiskenbare verrechtsing van onze samenleving. Laten we ons niet verscharen achter goede intenties. Want met de beste bedoelingen worden verschrikkelijke dingen begaan. Buitensluiting wordt ook ondersteund door ogenschijnlijk links-progressieven die woorden als inclusiviteit en diversiteit in de mond nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat Gerdy Verbeet zei, PvdA. De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij wenst op 4 mei alleen mensen met Nederlandse paspoorten te herdenken. Hetzelfde geldt voor de onderzoekers van de studie naar 45-49. Dat zijn mensen die waarschijnlijk GroenLinks stemmen, SP wellicht, ik weet het niet. Maar het zijn geen aanhangers van Baudet en Wilders. Naïviteit is ook het onderzoek naar 45-49 los te zien van de nog lopende rechtszaken die KUKB, de stichting van Jeffrey, voert. De vraag moet zijn, zou de staat werkelijk 4,1 miljoen euro hebben uitgetrokken als er geen rechtszaken waren geweest die hen sinds 2008 met de neus op de feiten drukt? Dank u. Dank Marjolein. Wauw, wat een boel informatie in hele korte tijd. En niet zomaar informatie, en zeker informatie om vrolijk van te worden. Er is wel genoeg input voor de panelgesprekken die we gaan voeren. En ik kan me ook voorstellen dat er genoeg opmerkingen of vragen vanuit de zaal zijn. Ik stel voor dat ik het eerste panel aan u voorstel, daar kort mee in gesprek gaan, dat we het dan openstellen voor interactie tussen publiek en panelleden. En allereerst, we gaan in gesprek, het eerste panel met een aantal mensen die een actieve rol vervullen binnen geschiedenisbedrijven. En de eerste naam is al een paar keer gevallen. Dat is namelijk Jeffrey Pondaag, voorzitter van de Stichting Comité Nederlandse Eerschulden. Een stichting die al jaren succesvolle rechtszaken voert tegen de Nederlandse staat over de oorlogsmisdaden die Nederland heeft begaan in Indonesië. Jeffrey, goedenavond. Welkom. Neem plaats. Ja, naast jou komt te zitten Suzanne Lejeune, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Voorzitter van de vereniging Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. En zet zich al jarenlang in voor inclusieve geschiedenis. Welkom. Ja, ik moet het allemaal oplezen, want het is een mond vol en allerlei afkortingen. Maar we zijn ontzettend blij dat jullie er zijn. Derde gast is Josine Blok, ook historica, maar gespecialiseerd in de oudheid. Ze is hier vanavond als hoofdgeesteswetenschapper van de KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Welkom, goedenavond. En last but not least, ook ontzettend blij dat die aanschrijft, Carina van Eck van het College van de Rechten van de Mens. Goedenavond en ook welkom. Ja, we kunnen volgens mij dit gesprek niet beginnen zonder even eerst een rondje reacties op de lezingen van Patricia en Marjolein te doen. En kunnen we met jou beginnen, Jeffrey, want jouw naam is een paar keer genoemd, met name in de lezing van Marjolein. Hoe heb je daarnaar geluisterd? Nou ja, ik,
Ik heb geen kritiek over haar lezing. Dat is nog precies wat wij altijd proberen naar buiten te brengen. Het jammer genoeg is dat er zijn veel Nederlanders, goede Nederlanders, maar helaas weten ze hun eigen geschiedenis niet. Mm-hmm. En daarom zijn ze boos op ons. Dus ik zou zeggen, kijk nou eerst diep. Vraag af, waarom zijn hier mensen anders dan jij? Het is niet vanzelfsprekend. Dus als je daarmee begint en die arrogantie even weghalen, vraag af, hoe komt nou Nederland zo rijk? En ik denk dat je al veel verder bent als je daar begint. Ja, dank. Suzanne, hoe heb jij geluisterd naar beide bijdragers? Ja. Volgens mij staat hij meteen aan. Is hij nu aan? Ja. Ja, heel veel gezegd. Echt heel veel gezegd. En ik dacht, de titel is Wie schrijft onze koloniale geschiedenis? Mm-hmm. En ik denk, geschiedenis schrijven is een activiteit en dat doen we ook vanavond. Ja. Dus ik vind het een hele belangrijke discussie. En degene die geschiedenis maken, schrijven geschiedenis, dat is de uitdrukking. Maar we hebben het nu ook over historiografie. En over hoe benaderen we eigenlijk onze geschiedenis. En wat daar nu over gezegd is, lijkt me goed voor een hele avond en nog veel langer gesprek. Heel goed. Dank. Jusine. Ik vind het lastig om namens een instelling te moeten praten. En dat kan ik eigenlijk niet zo goed. In de zin van, en ik vond het al helemaal mooi, komisch om uitgenodigd als de gevestigde instellingen. Ik dacht, gevestigd? Wie? Ja. Oh ja, dat was ook zo. Ja. Ik was erg getroffen om even een heel klein persoonlijke opmerking te maken. Toen Patricia begon over de gespreksgroepen in de jaren 70 en 80. Want daarom moest ik zo lachen om het gevestigde instellingen. Want ik herken mij zo goed uit de tijd dat ik zelf onderdeel uitmaakte van de vrouwengeschiedenisbeweging. En hoe zeer wij het gevoel hadden buitengesloten te zijn. En zowel ons onderwerp als onze persoon buitengesloten te zijn van het geschiedbedrijf. En hoe ontzettend complex die strijd was. Daar moest ik meteen natuurlijk heel erg aan terugdenken. Ik reageer toch in hoofdzaak als individueel persoon meer dan namens de instelling. Maar ik zal proberen af en toe te verduidelijken. Ik vind het inderdaad een hele belangrijke discussie. En ik heb natuurlijk voortdurend heel hard zitten nadenken. Wat is de rol die de KNW hierin kan spelen? Omdat het gaat over zowel inhoudelijke onderwerpen. Dus inderdaad de geschiedenis. Wie beschrijft die? Wie onderzoekt die? En waar gaat die over? Maar ook over personen, uitsluiting van personen. En hoe die twee dingen door elkaar lopen. En ik was ook erg blij met het feit dat Marjolein zo sterk onderstreepte dat het niet alleen gaat nog om deze, maar ook nog eens een keer specifiek om meningen. Los van wie je bent qua kleur of sekse, maar dat het gaat om bepaalde meningen die kennelijk lastig te verteren zijn als je die zo sterk haak staan op wat iedereen altijd dacht of wilde. En dat vind ik een erg belangrijk punt ook. Dus we hebben nog veel om over te praten. Zeker. Dank. Carina, welkom van het College van de Rechten van de Mens. Jullie zijn genoemd in de bijdrage van Patricia. Hoe heb jij naar de bijdrage geluisterd? En misschien kun je dan ook meteen meenemen wat jullie bij het College van de Rechten van de Mens doen. En of het überhaupt mogelijk is om klachten over institutioneel racisme te behandelen. Ja. Nou, wat mij trof, en daar, dus dat wil ik graag ook weer naar voren halen. Het punt dat Patricia maakte over de ongemakkelijke waarheid. Bij het College voor de Rechten van de Mens behandelen we klachten over discriminatie. We hebben wekelijks klachten. En wat je dan toch vaak ziet is dat bedrijven en instellingen die beschuldigd worden van discriminatie en racisme, daar met schrik en verontwaardiging op reageren. De eerste reflex is toch van, het is niet zo bedoeld, het is een grapje, onze goede bedoelingen worden niet begrepen. Dus ik denk inderdaad, hè, wat je zegt, dat dat een heel belangrijk punt is.
uitsluitingsmechanisme en discriminatie wordt vaak niet erkend. Het is ongemakkelijk. Het goede nieuws daarin, denk ik dan nog steeds, ja, de strohalm, dat die schrik en verontwaardiging dus ook laat zien dat we dus de norm, dat racisme en discriminatie niet door de beugel kan, dat die in ieder geval wordt gedeeld. Hè? Want niemand vindt het fijn om van racisme beschuldigd te worden. Waar we nu naartoe moeten is, denk ik, veel meer naar de erkenning van hele directe, expliciete discriminatie die voorkomt. Kan ik zo nog een voorbeeld van noemen. Maar ook die impliciete uitsluitingsmechanismen. Dat zit hem bijvoorbeeld in, wie zitten er in een selectiecommissie als het gaat om het vergeven van een baan? Of bij het vergeven van stages? Hoe actief zijn bedrijven om, niet binnen de gevestigde orde of de usual suspects te helpen aan een stage of aan een opdracht of bij het betrekken van het maken van beleid. In Nederland hebben we toch ook vaak de neiging om te praten over mensen in plaats van met mensen. En dan mis je dus de ervaring en de informatie die je nodig hebt om gewoon effectief goed geïnformeerd beleid te maken. En ik denk dat daar echt nog heel veel te winnen is. En dat zijn dus ook aspecten die we bij het college veel aankaarten. Bij ministeries, bij instellingen. Als het specifiek gaat om de oordelende taak, hè, want dat vroeg je. Die taak is beperkt bij het college. Dat hebben we niet zelf bedacht. Maar het mandaat dus waar wij mogen oordelen over discriminatie staat in de wet, in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. En dat betekent dat wij met name, ik zeg het even, ik zal jullie niet vermoeien met juridische finesses, maar het gaat dan met name om discriminatieklachten bij de arbeid. Dus veel van de klachten gaan bij ons over de werving en selectie, dus bij sollicitatie. Daar zien we toch ook nog steeds echt onverholen directe discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, achternaam. Een voorbeeld bijvoorbeeld dat uitzendbureaus nog steeds ook geneigd zijn mee te gaan in discriminatoren wensen van hun opdracht. De Belastingdienst. De Belastingdienst, maar ook, we kunnen dus ook zaken van overheden, ministeries als werkgever. Maar ook inderdaad uitzendbureaus die dus meegaan in discriminatoren wensen. Dus dat een werkgever of een instelling zegt, we willen graag een Nederlandse kandidaat. En dan wordt niet bedoeld de Nederlandse nationaliteit, maar dan wordt heel direct gezegd, wij willen een witte kandidaat. En jullie mogen daar dus niet over oordelen, maar wel in jullie lobbyfunctie richting de overheid? Daar mogen we wel over oordelen. Yeah. Dus als het gaat om overheden, instellingen, bedrijven, ministeries, bij de werving en selectie, dan mogen we daarover oordelen. Maar dat kunnen we natuurlijk ook alleen doen als mensen met klachten komen. En ik denk hetzelfde met discriminatie bij stages. We zien dat met name Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren enorm moeilijk aan een stage komen. Ik vind dat zelf enorm schrijnend, want je hebt dat nodig om je opleiding af te ronden. En tegelijkertijd is een stage ook je eerste stap op de arbeidsmarkt. En de contacten die je daar opdoet, die zijn ook heel bepalend welke kansen je daarna krijgt in je werkzame leven. Dus die zaken, daarover kan het college oordelen. Ook over onderwijs, dus hoe worden leerlingen behandeld? Doet de school wel genoeg tegen discriminatie door medeleerlingen? Of sluit men daarvoor de ogen? En het aanbieden van goederen en diensten, dus makelaars die bijvoorbeeld discriminatoren handelen door bepaalde mensen geen woning te verhuren, komt ook nog steeds helaas voor.
Of in het uitgaansleven, dus het zogenaamde deurbeleid, hebben we ook veel zaken over. Dat jongeren die op basis van hun uiterlijk de uitgaansgelegenheid niet in mogen. En zijn jullie daardoor zelf bewuster bezig met diversiteit en inclusie, inwerving en selectie? Hoe ziet dat eruit bij het college zelf? Ik denk dat we zijn nooit uitgeleerd. Ik zou niet durven zeggen dat wij het allemaal het wijsheid in pacht hebben. Maar juist doordat je iedere dag die verhalen hoort, heb je wel veel meer oog en aandacht voor bij de werving en selectie. Het gaat er ook om van hoe beoordeel je kwaliteit. Hè? Dus de wetenschap dat kwaliteiten van mensen die op jou lijken worden systematisch overschat. Terwijl juist ook bij sollicitanten, dus mensen die minder op je lijken, en dat is dan toch met name veel minderheidsgroeperingen, zien we bij werkgevers dat hun kwaliteiten worden onderschat. En wat het college doet is een training aan werkgevers en instellingen om mensen bewust te maken juist van die negatieve stereotyperingen. En dat is in trainingen is dat vaak ook heel pijnlijk. Mensen zeggen eerst van nee, dat doen wij niet. Of op scholen, leerkrachten, hè, als je kijkt naar schooladviezen en is dat conform de CITO-score. Dat is een heel pijnlijk onderwerp waar mensen heel heftig op reageren. Ja. Maar je moet die discussie wel aangaan. Ja. En we zijn er nog lang niet. Susan, jij bent de discussie, ik geloof, binnen de VU aan het voeren, maar ook binnen de wetenschappelijke wereld, om in ieder geval de wetenschap inclusiever te maken. Want ik, luisterend naar jou, dacht ik, wat Patricia ook aan de orde stelt, is een dominant discours waar je niet doorheen komt. Het is een historiografische traditie waarin het heel erg moeilijk is om met een ander perspectief te komen. En op het moment dat je dat als een uitsluitingsmechanisme benoemt, in plaats van als ik ben het niet met je eens, want ik zou een ander aspect van het verleden benadrukken. Dan zit je al heel gauw in het defensief, in het wetenschappelijke debat. En ik vind wat dat betreft wat Marjolein zei, de voorbeelden van de kritiek die je kan hebben op het dominante verhaal over de Nederlandse koloniale geschiedenis. En dan toegelicht met ethische politiek, met wat wordt er herdacht op 4 mei en hoe is dat grote project eigenlijk ingestoken. Ik vind dat hele goede voorbeelden. Waar ik het dan niet helemaal mee eens ben, of misschien helemaal niet mee eens ben, dat weet ik nog niet. Dat is om dan te gaan spreken in termen van politieke correctheid. Om te zeggen, links politiek correct of rechts dat en dat. Want ik vind juist de grote kunst voor een goed historiografisch debat is dat je mag politiek vinden wat je wil. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vecht je met elkaar over een interpretatie van de geschiedenis. En die optelsom van kijk eens hoe er naar 4 mei wordt gekeken. Maar dan terugredenerend in de tijd, kijk eens naar dat Tokio-tribunaal. Hoe is het mogelijk dat in het Tokio-tribunaal de nadruk helemaal lag op wat heeft Japan fout gedaan? Terwijl het was een internationaal tribunaal. De hele koloniale voorgeschiedenis en of daar ook sprake was van geweld buiten beschouwing kon blijven. Hè? Alsof er een rechtsorde was die door de Japanse bezetting was overtreden. Dus maak daar een debat van wat echt scherp is over wat is eigenlijk onze historische kennis over die tijd. En volgens mij is dat vruchtbaarder dan te gaan spreken in termen van linkspolitiek correct of rechtspolitiek correct. Ik denk dat Nederland bang is. Waarvoor? Jeugdjournaal, die heeft aandacht besteed aan de Indische Nederlanders. De kinderen, mm-hmm. Toen heb ik daar gereageerd. Ik zeg, vertelt u ook wel wie die Indische Nederlanders zijn? En wat hebben ze daar gedaan? En toen is het stil. En er wordt niet naar jou geluisterd. Dus wat Marjolein zegt, je kritiek en de juistheid ervan,
Ja, want ik zeg, die mensen zeg ik ook nog zeg maar aan de telefoon, dat het Indisch meet in Holland. Waarom zeg ik dat? Dat het wat? Dat het? Indisch meet in Holland. Indisch meet in Holland? Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat is gemaakt door de Nederlanders. Mm-hmm. Want ik ben geen Indisch meet in Holland, omdat mijn vader gewoon een Indonesiër is. Zo racistisch is het. Dus een andere is ook dat je niet geluisterd wordt, bijvoorbeeld de journalisten. Frank van Meulen van de NRC, goed contact gehad. Op een gegeven moment ben ik een zeurder voor hem. Mm-hmm. We hebben een discussie gehad over dat Nederland 4,5 miljard schadevergoeding heeft gekregen van ons. Indonesië heeft 4,5 miljard gulden toen die tijd schadevergoeding aan Nederland betaald. Daar is hij echt geïnteresseerd. Ik ga daar naar kijken. Toen bel ik hem wel op. Ik zeg, hoe zit het nou eigenlijk? Ga je daar nou zeg maar over schrijven? En toen begon hij. Je moet niet zo zeuren. Dan denk ik me eigenlijk van, wat is het nou? En je moet niet zo zeuren. Kan je ook bedenken waar het zeurmoment begint? Voor bijvoorbeeld zal ik een zijn app lezen? Zal ik zijn app ja, maar ik, nee, maar omdat je zegt hij kan heel lang meegaan en dan komt er een moment dat je dus een zeurder. Ja, wat is dat specifieke moment? Ja, of is het niet een specifiek moment? Nou ja, ik denk dat hij bang is. Ja. Dat hij bang is gewoon uit te komen. Veel onderzoekers die in de zeg maar 45 nu zit, die zijn ook bang om er uit de klap te schuiven. Want ze verliezen hun stoel. Mm-hmm. En ik heb ook nog van de Kaai. Volgens mij is hij van Trouw, denk ik. Hij heeft mij geïnterviewd. Ben Amkeda heeft hij mij geïnterviewd. Heel lang over gesproken. En toen vroeg ik aan hem, wanneer ga je die interview zeg maar publiceren? En toen zei hij tegen mij, want ik heb zoveel kritiek ten aanzien van het onderzoek. Daar heb ik alles uitgelegd. Toen zei hij tegen mij, nou, als het weer een rechtszaak is. Toen heb ik, dat was dus geloof ik twee weken voor die, zeg maar voor die kick-off. Van september 2017 geloof ik. Toen heb ik een mailtje geschreven. Ik zeg, ik zie er vanaf. Het is gewoon een doorgestoken kaart wat ze dus gedaan hebben. Ze willen eerst mij uithoren. En dan gaan ze mij niet meer uitnodigen. Yeah. En ik vind juist dat je juist moet publiceren wat ik zeg. En daarom heb ik ook zeg maar samen met tante zeg maar die open brief geschreven. Zo schoftig is dat. Yeah. En nog eentje, Blokhuis. Die is nu bezig met het programma. Achter de dijken. Hebben ze mij gebeld, hebben ze gevraagd over de, zeg maar, Indonesische weigeraars. Ja, ik zeg, ik ken er nog iemand. Toen vertelde ik over wat ik vind over Nederland. Ik zeg, weet u, ik zeg, waar haalt Nederland nog het recht om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit, zeg maar, als Nederland bezit te beschouwen? Ik zeg, begin daar maar eens mee. En dan kan je over de geschiedenis hebben. En dat is maar, ik vind dat dat de enigste perspectief is. Hoe komt nog een land, kijk, als het nog België had geweest, dan kan ik best begrijpen. Het is vlakbij. Ja. Het is 18.000 kilometer ver. En dan ga je nog zeggen, dat is van mij. Het bezetting is prima. Hè? Maar het wil niet zeggen dat het land van jullie is. Ja. Dat wil ik even duidelijk maken, zeg maar aan Rutte en nog meer aan die mensen die zogenaamd van alles en nog wat weten. We zijn ook mensen, hè? Die niet beschouwd worden als mens. Zeker. Vandaar zeg ik Indisch meet in Holland. En bij de media komt er dan dus het moment waarop die deur dan sluit en je dan een zeurder wordt. Maar ik ben ook benieuwd hoe het dan zit in de wetenschap. Is daar wel volledige toegankelijkheid om dus samen die geschiedenis te schrijven? Ja, als we naar Patricia luisteren, dan is die ruimte er wel, maar is het tegelijkertijd een mechanisme van toe-eigening? Dat is wat jij zegt. Van de kritiek is welkom, de kritiek is goed voor ons historisch. En eigenlijk is dat ook wat jij zegt, maar je koppelt het aan de media. Maar de kritiek is goed, goed voor de historiografie. Dank je wel. En dan gaan we verder. Want nu weten we meer.
Dat is wat jij zegt. En dat is wat je koppelt aan institutioneel racisme. En ja, ik zie dat gebeuren. Ik zie dat gebeuren. Ik zie ook dat er nu wel veel meer moeite wordt gedaan om, als er projecten zijn binnengehaald en het systeem werkt zodanig dat de instellingen krijgen de subsidies. En de instellingen zoeken daar vervolgens personeel bij. Ik zie dat er veel meer moeite wordt gedaan om de mensen die die projecten uitvoeren, dat te zorgen dat die echt ook een achtergrond hebben waarin ze voor zichzelf, vanuit hun perspectief, tot een andere manier van geschiedschrijving kunnen komen. Ik zie dat gebeuren. Ik zie ook hoe moeilijk het is. Dat er ook heel vaak mensen uit het buitenland komen dan vervolgens om dat te doen. Vandaar ook dat ik het heel erg goed vind dat je zegt, opleiden. We moeten echt mensen opleiden. Maar ik denk ook dat de link die jij vervolgens legt naar het curriculum, hoeveel ruimte is er eigenlijk in het curriculum om vanuit een ander perspectief naar de geschiedenis te gaan kijken, dat een heel belangrijk ding is. En ja, zoals jij zei, van in de jaren 70-80 liepen we ongelooflijk de hoop tegen dat curriculum. Ik vind onze huidige studenten daar toch eigenlijk tamelijk braaf in. En dat is een tijdgeest, denk ik. Het is een hele andere opzet van de studies. Ze moeten zich rot werken om. En er is ook toch een andere relatie misschien tot de macht. Ik weet niet goed. Ik hoor daar heel graag ook andere dingen over. Maar het is niet alleen maar dat de huidige docenten het programma niet zouden willen veranderen. Mm-hmm. En, want dan heb je ook weer dat idee van, ja, maar dan eigenen ze gewoon de kritiek toe en alles gaat zo door. Ik vind ook dat de manier waarop studenten in hun studie staan soms wel heel efficiënt is. Laat ik dat woord gebruiken. Lekker Nederlands woord. Niet zo strijdvaardig. Niet zo strijdvaardig. Ja, we hebben die discussie op de VU gehad. Ik vond het een heel erg goede discussie. De discussie over de klassieke oudheid. Yeah. Een aantal mensen zeiden van dat verhaal over de klassieke oudheid, alles begint in Griekenland en Rome. En daarna gaan we door naar het Westen en de middeleeuwen en de renaissance en de verlichting. Dat verhaal, wat daar in dat Midden-Oosten gebeurde, is veel diverser dan dat. En dat willen we ook horen. Dat was een hele felle discussie. En die werd door mijn collega's ook echt wel, in een tijdschrift voor geschiedenis, is daar vervolgens ook het debat over voortgezet. Maar daarna stopt het. En dat ligt aan mijn collega's. Maar het ligt ook aan het feit dat er, ik vind de universiteit te weinig een plek van dialoog tussen docenten en studenten. Ben je het daarmee eens, Jacine? Ben ik het mee eens? Ja, zeker. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat studenten nu keihard moeten doorstuderen. En hun studie veel meer zelf bekostigen. Wij hadden, dat moet ik zeggen, dat was een zegen. Wij hadden de tijd om die dingen te doen die we deden. Mm-hmm. En die tijd is er helemaal niet meer. En dat maakt voor dit soort zaken, want ik herken heel erg wat Suzanne zegt over de braafheid van studenten, om het even wat onaardig te zeggen, herken ik goed. Yeah. Maar dat is dus ook noodzaak. Daar zit ook een heleboel noodzaak in. Yeah. En dat is, het gaat beter bijvoorbeeld bij masterstudenten over het algemeen, dat zijn, die zijn ook gewoon wat ouder. Mm-hmm. Die nemen die stappen makkelijker. En je kan ze natuurlijk ook daartoe uitdagen om, bijvoorbeeld dat voorbeeld wat je noemt, ik begin altijd met het oude Nabije Oosten. En begin niet met Griekenland, want mijn eigen vak is. Omdat ik dat dus een onmisbaar onderdeel vind. Ik heb geen tijd voor Egypte, ik moet kiezen. Maar ik doe veel in het oude Nabije Oosten. En ze zeggen altijd dat ze dat een onwaarschijnlijke eye-opener vinden. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Dus dat zijn dingen die inderdaad, die moet je vanaf tel 1 serieus nemen. Anders blijft die blik zo beperkt. Maar wat het probleem ligt van, hoe gaat het nou met die stof? Je draagt onderwerpen aan, je draagt materie aan. En vervolgens zeg je, ja, maar de banen, die krijgen we niet. Mm-hmm. Dat is een
uitermate pijnlijk, naar een ook niet helemaal altijd te doorgronden proces. Dat zei jij zelf ook. Hè? Je weet, het is niet makkelijk om je vinger op te leggen. Waar gaat dat nou mis? En ik heb tijdens het luisteren naar jouw verhaal en ook naar het verhaal van Marjolein zitten denken, wat kan je daaraan doen? He, is zijn hier, want en dan vooral natuurlijk steeds toch een heel klein beetje met mijn KNW-pet op. Wat kunnen wij als KNW eraan doen? Want de KNW bemoeit zich in principe eigenlijk niet met inhoud van dingen, maar meer met institutionele structuren. En dat lijkt, dat is voor een deel is dat dus ook zo dat zaken als van zo'n curriculum aanpassen of zoiets dergelijks, daar gaan wij dus helemaal niet over. Dat laten wij aan de vakwereld van de historici over. Ik ben toevallig historicus, maar dat is niet mijn petje, om maar zo te zeggen. Maar wat ik wel zie, en dat komt ook weer uit, eigenlijk uit een andere ervaring voort. Ik ben zelf, behalve de dingen die we noemden, ben ik ook al heel erg lang een van de verantwoordelijken in mijn universiteit en faculteit voor kwesties van wetenschappelijke integriteit. En klachten en problemen daarmee, daarvoor zijn allerlei mogelijkheden. Mensen kunnen bij mij persoonlijk komen, maar er zijn ook bijvoorbeeld allerlei beroepsmogelijkheden. En ik heb dus ook gedacht, zoals jullie ook een beroepsmogelijkheid zijn voor echt juridische kwesties, bestaat er een beroepsmogelijkheid voor wetenschappelijke conflicten, om ze maar zo te noemen, als de vakwereld er zelf niet meer uitkomt. Want je zou willen dat deze dingen binnen de vakwereld open en inclusief scherp bediscussieerd moeten kunnen worden. Dat is idealiter het geval. Stel, dat lukt niet. Je hebt dus de ervaring dat je telken malen eigenlijk je neus stoot, om het zachtjes te zeggen, en erger dan dat. Waar kan je heen? Is er een plek waar je dan kan klagen om te zeggen van, dit is er gebeurd, hè? Wat jij nu vertelt, Marjolein vertelt, voorbeeld van 4 meiherdenking, zulke soort hele pakkende casussen. Wat kan je daarmee doen? En eigenlijk heb ik zitten denken, is dat iets waar de KNW's over na moet denken, of wij daar iets voor moeten verzinnen? Maar, als ik mag vragen, ja? Die 4 meiherdenking, vind je dat een wetenschappelijk probleem? Ik vind het voor een deel een wetenschappelijk probleem. Ik vind het ook een politiek probleem. Ja? Maar ik vind dit op het snijvlak liggen in zoverre dat politieke standpunten natuurlijk toch ook voor een deel door kennis worden gevoed. Ook omgekeerd, politieke standpunten beïnvloeden kennisvorming. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar er zijn hier interacties die complexer liggen dan dat de gemiddelde persoon kan overzien. Wat ik zelf een heel erg goed voorbeeld vind, dat is een van die processen. En dat de rechter zei, nu de historici niet meer zeggen excessen, maar structureel geweld. Mm-hmm. Nu denk ik dat wij ook, en dan komt er een uitspraak. En ik vond dat heel erg interessant, dat dus de rechtspraak ook wel degelijk beïnvloed wordt door de historiografie. Ja, precies. We gaan dus even naar de zaal, want die vindt er natuurlijk, ook vast die wil natuurlijk van alles van zeggen. Nee, jij wilde je nog een zin nee, zeggen? Nee, is prima zo. Oké, heel goed. Ja, want we lopen alweer enorm uit. En het is inderdaad een complex en veelzijdig onderwerp. Dus er is vast veel over te zeggen, ook vanuit de zaal. En Marjolein heeft een microfoon. We hebben dus niet heel veel tijd, dus wees zo kort en bondig. Maar ik weet van een aantal mensen dat ze er sowieso zijn. En Jeffrey, jij begon net over de media. En nou is Perez Jong-Loy op gesprek bij de NPO geweest om te praten over diversiteit bij de publieke omroep. En daar werd niet goed op gereageerd, volgens mij, toch? Waar zit je? Kijk. Perez. Ah, excuus. Mag ik eerst zo dan? En dan kom ik daarna naar u. Ik hou even vast, hoor. Oké. Wilt u wat zeggen? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Er is nou niet helemaal goed op gereageerd, nee. Maar nee, dan niet zozeer door de directeur van het NPO, maar dan wel van de mensen die er mee te maken hebben. De programmamakers, de managers en et cetera. Maar het heeft wel moeten bezinken bij de directeur. Mm-hmm. Maar naderhand dan, ja, dan, het heeft toch wel wat met hem gedaan wat ik tegen hem heb gezegd. Yeah. Maar de programmamakers, de managers, et cetera, ja, daar moet het kwartje nog steeds vallen.
En als Jeffrey dan zegt, ze zijn bang, dan snap jij dat ook? Het is niet eens een kwestie van bang. Ze zijn onwelwillend gewoon, bewust. Yeah. Het is geen kwestie van bang zijn. En ik kan verwijzen naar een artikel van gisteren, geloof ik, van de... Iets dichter bij de microfoon spreken, zodat iedereen kan horen. Hoort u mij? Ja. Goed. Ik kan u verwijzen naar een artikel bijvoorbeeld van gisteren in het NRC. Ja. Yeah. En daar heeft men erover dat er... Dat is opvallend dat sinds ik op bezoek ben geweest, komen er wat meer mensen van kleur in beeld. Maar die zijn wel echt heel erg licht getint. Die zijn een beetje, het lijkt net alsof je iets met een sterke kleur hebt gewassen in de wasmachine. En ja toch? En dan is het een beetje blijven hangen in het wit. En die komen dan wat meer in beeld, maar men durft over het algemeen. Laat me u een goed voorbeeld geven. De NPO-NTR, die heeft heel veel macht, kan heel veel invloed uitoefenen. Ik weet zeker dat u wel eens naar sportwedstrijden kijkt, naar voetballen kijkt. Nou, maar u krijgt er best wel wat van mee. En u weet best wel dat er een heleboel mensen die op mij lijken, acteren op het hoogste niveau in Nederland. Anno 2019 is er nog niet één zwarte scheidsrechter in Nederland. Ja. Yeah. Niet één. En ja, dat is schandalig. Terwijl er toch genoeg wedstrijden zijn die gefloten moeten worden. Nou, meneer Seedorf, Neres. Hoeveel namen moet ik voor u noemen? En nou zit achter u Owen Venlo en die heeft een idee voor een diversity rating systeem bedacht om diversiteit van organisaties te meten. Ja, ik sta staan, daar kunt u het beter zien. Patty heeft het in haar inleiding gezegd. Het systeem, de structuur, het geheel zit zo in elkaar dat een heleboel groepen gewoon niet aan bod komen. Mm-hmm. Als u mij 60 jaar geleden had gezegd dat over 60 jaar in Nederland de vrouwen nog steeds niet hebben wat ze behoren te hebben op de arbeidsmarkt, had ik 60 jaar geleden gezegd, nee, dan is het al lang goed met die vrouwen. Ja. U weet wat de Technische Universiteit in Eindhoven gezegd heeft, de komende half jaar, alleen vrouwen die gaan solliciteren en die worden... Vond de mannen niet zo fijn. Mijn systeem is heel, heel simpel. 3 sterren onder elkaar. Mm-hmm. Elke ster heeft 4 punten. De ene punt is voor vrouwen. De andere punt mensen met een beperking. De andere punt de etnische groepen. Mm-hmm. En de andere punt de LHBGTQ gemeenschap. Yeah. Ieder bedrijf krijgt dus sterren, diversiteitssterren. Lage niveau 1 ster, de onderste ster. Het middenniveau 2 sterren, onder. En het hele bedrijf krijgt 3 sterren als op alle niveaus, alle diversiteitsgroepen zijn vertegenwoordigd. Als ik naar Albert Heijn moet, of naar Dirk van der Broek, of naar Lidl, dan kijk ik eerst hoeveel sterren hebben ze op de website. En ik ga naar de supermarkt die 3 sterren heeft. En dan moet de regering zeggen, na een jaar of 10, mag ook 20 jaar zijn, mag ook 30 jaar zijn, over 30 jaar krijgen alleen die bedrijven en instellingen faciliteiten van de overheid die 3 sterren hebben. En wanneer gaat dit systeem in werking? En dat systeem, wat zegt u? Wanneer gaat dit systeem in werking? Nou, Sylvana Simons heeft dat in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Yeah. Hulde voor z'n mannen. Ze is nu bezig met een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad van Amsterdam. Okay. Wethouder Rutger heeft ernaar gekeken, Groot Wassink. En hij was heel, heel positief erover. En ik moet erbij zeggen, de politieke partij DENK heeft mij direct gebeld en gezegd, als het in de Kamer, in de politiek aan de orde komt, gaan wij voor diversiteitssterren voor bedrijven. Over 20 of over 30 jaar. Maar je moet een eindpunt noemen. Ja. Net als bij de klimaatdoelstellingen. Je moet een eindpunt noemen, want om anders te kunnen beginnen. Blijf je eeuwig bezig. Ja. Dus tenslotte, voorzitter, tenslotte. De leuze moet gaan worden, in heel Nederland, maar ook in heel Europa en heel de wereld, hoeveel diversiteitssterren heeft jouw bedrijf eigenlijk? Dat heel goed, dank. Ik zie dat...
Ik zie daar iemand die heel erg graag wil reageren. Ik weet niet of het hierop is, Marlijn. Ja, je gaat een boel bewegen deze avond. Ja, gaan we best doen. Bedoelt u de meneer achterin? Helemaal achterin, ja. Die wil heel graag iets zeggen. Ja, goedenavond. Mijn naam is Kenneth Kuverley. Ik moet Patty Gomez in elk geval allereerst bedanken voor haar goede initiatief. Ik ken haar al heel wat jaren. En ik wil een korte opsomming gaan maken. Dit is natuurlijk een hele academische setting vanavond, zoals gewoonlijk. Maar ik wil een beetje terug in de tijd gaan. Want de subjects of de onderwerpen die komen telkens na zoveel decennia weer oppoppen. En als je kijkt naar de praktijk is er weinig of niks veranderd. Sterker nog, problematiek wordt alleen maar complexer steeds. Als ik terug in de tijd mag kijken, heel snel. Dan had je bijvoorbeeld de discussie over de bestrijding van institutioneel racisme en discriminatie. Werd vertegenwoordigd door comité's zoals Comité tegen Racisme en Discriminatie destijds in Rotterdam. Die is overgegaan in artikel 1 op een gegeven moment. Dan had je de Commissie van Gelijke Behandeling. En de College van de Rechten van de Mens, waar ik ook haar collega vandaan ken, die kwam ook uit artikel 1 en destijds in Rotterdam ook. En wat ik wil zeggen, als je kijkt naar institutioneel racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt breed. En ik ben ook kaderlid, doorgewinterd kaderlid binnen FNV van Oostheer. Dus deze onderwerpen zijn niet nieuw voor mij. Dan krijg je naar de scholen structurele institutioneel racisme en discriminatie in alle opzichten. In de media, binnen de academie. Ik was onlangs laatst op de Leids of de Utrechtse Universiteit, waar iets werd gepresenteerd. Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik schrok me nog steeds om te zien, zijn alleen witte dominante vrouwen en mannen die binnen die academie alles nog hebben te zeggen en te bepalen. Als ik naar die en wat betreft, ik moet niet vergeten, destijds in 1998 of 1995 werd natuurlijk ook de Europese directieven ingevoerd, waarbij de bewijslast, als het om victimisatie gaat op de arbeidsmarkt, werd voor een deel verdraaid. Want eerst de slachtoffer moest alles aan bewijzen. Dat werd verdeeld, dat de werkgever ook op een gegeven moment die bewijslast ook moest aanbrengen. Als ik kijk naar onze situatie, en ik praat over de zwarte gemeenschap in dit land, ik vind nog steeds dat wij ons te veel en te makkelijk opstellen en afwachtend van de witte institutie. Ik heb daar helemaal weinig vertrouwen in dat de witte instituties onze probleem überhaupt gaan begrijpen of oppakken. Die financiële afhankelijkheid moeten wij er vanaf. Ik denk dat wij moeten gaan zorgen als gemeenschap in dit land dat wij financieel onafhankelijk worden met onze eigen academie, onze eigen professoren, onze eigen onderzoekers, om in combinatie dan te werken met die witte organisatie. Maar tot nu toe zijn de witte organisaties die alles te vertellen hebben en te bepalen en die blijven definiëren. Wij moeten van die afhankelijkheid af. Dat is wat ik wilde duidelijk maken hier vanavond. Oké, dank u wel. Ik ga het panel zo laten reageren. Maar ik weet dat naast u Ilse Diana zit. En die voert strijd tegen het borstbeeld van Albert Kikkert op de Antillen. En zijn rol in de slavernijgeschiedenis wordt verzwegen. Hoe heb jij vanavond geluisterd? Wat zijn jouw op- en aanmerkingen? Nou, ik vond dat heel goed van Patty hoe ze het beschreven heeft over dat institutioneel racisme. En hoe het vaak gebagatelliseerd wordt. En ook als je aangifte wil doen bij de politie, het is net wie tegenover je zit. En ook dat van Indonesië is heel mooi omschreven. Het is gewoon realistisch. Dus de daders worden eigenlijk erkend. Maar er zijn ook meerdere groepen die mee hebben gevochten. Vrijheid van Nederland. Onder andere Suriname, Antillen. En dat soort dingen. Maar over dat borstbeeld van Kikkert. Yeah. Albert Kikkert. En daar richt ik mijn vraag voor aan Carine van Eck. Van het College van de Rechten van de Mens. Yeah. 2006 is een standbeeld of een borstbeeld onthuurd van Albert Kikkert. Een kolonel van de marine in Curaçao. Die heeft heel veel misdaden begaan. Mensen vermoord. En er is alsnog een borstbeeld onthuld en men heeft het verzwegen. En dat heeft, zoals mevrouw Gomez zei,
van uitzonderingen daar gelaten. Een journalist heeft dit eerlijk naar buiten gebracht. Maar heel veel is verzwegen. Dus ik vind dat dit gewoon weg moet. Dit standbeeld moet gewoon verwijderd worden. Wat is de vraag aan het college? Of in... Hoe kunt u ons hierin ondersteunen en hoe moet dat gebeuren? Want het gaat om rechten van de mens. Je kan mensen niet onthoofden. Mm-hmm. En dan wordt er alsnog door Nederland, hier is het gearrangeerd en naar Curaçao verscheept. En dan precies word je alsnog geëerd. En er zaten heel veel zwarte militairen daar. Okay. In de houding, dat kan gewoon niet. Uw vraag is duidelijk, dank u wel. U mag er zo op reageren. Laten we nog twee doen en dan laten we het panel weer op reageren. Ja, kijk. Sarita, die ken ik. Die mag. Die wil heel graag. Ja, ik wil heel graag. Hallo, mijn naam is Sarita Beinert. Ik ben trainer en coach op het gebied van privilege en intersectionaliteit. Ik train hele theaters, universiteiten, alles. En ik wil u bedanken. En Marjolein, ik vond het schitterend. Alleen ik merk dat de discussie op een abstract niveau plaatsvindt. En ik vind dat heel vermoeiend. Echt heel vermoeiend. En ook een beetje dat ik denk van wat wil je nou? Ja, misschien moeten we ons er wel mee bezighouden. Misschien niet. Misschien is het nu wel de tijd. Het wordt zo abstract. En ik wil gewoon dat we hier zijn. Dat we gehoord worden en dat er echt wat mee gedaan wordt. En ik wil ook vragen aan jullie. Hoe divers zijn jullie eigen organisaties? Wie beslist wat discriminatie is? Wie beslist wat er gebeurd wordt? Wie beslist wat de sancties zijn? En je kan voor anderen gaan beslissen wat discriminatie is of racisme of uitsluiting. Maar hoe zit het in jullie eigen werkomgeving? Dus ik wil het heel concreet maken en ik wil weg van het abstracte. Heel goed. Ja, daar de dame met het jongste, de jongste gast hier in de zaal. Om daar even op aan te sluiten, dat abstracte. Ik hoor jullie heel zeggen over 5 mei of 4 mei, de herdenking... Mm-hmm. dat het een politiek ding is of een wetenschappelijk ding. Maar we weten allemaal dat het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog is 15 augustus. En mijn vraag is dan ook, waarom herdenken we op 4 mei... terwijl dat eigenlijk op 15 augustus zou moeten zijn... omdat Indonesië nog Nederlands grondgebied was... en daar was nog een hele oorlog gaande. Mm-hmm. En los daarvan kwam daar bovenop een decolonisatieoorlog. Dus gaan we hier allemaal lekker om 8 uur stil zijn... terwijl er nog een hele bevolkingsgroep onderdrukt werd? Ik vind daar wat van, dat jullie daar geen stelling in nemen. En wie is jullie? Richt je dit? De gevestigde orde, onder andere of het een politieke of een wetenschappelijke discussie is. Heel goed, dankjewel. We gaan even naar het panel. Als jullie wilden reageren op wat er is gezegd... en ook specifiek naar jullie organisaties... en ook inderdaad de vraag hoe divers zijn jullie zelf. Jeffrey, zal ik met jou beginnen? Ja. De daders maken de wetten. Dat is het. Heel simpel. Want ik maak dat op 27 juni aanstaande bij de rechtbank in Den Haag, Prins Klauslaan 60. Daar gaat de staat en hoge beroep in 2 zaken, marteling en verkrachting. Tja, meer kan ik niet zeggen. De daders maken de wetten. Dank, Jeffrey. Suzanne, de reactie en hoe divers is de VU? Ja, hoe divers is de VU? Ik meen te mogen zeggen dat de VU van de universiteiten de meest diverse universiteit is. En daarmee zeg ik niet dat het een superdiverse universiteit is. Wat we daaraan doen als het gaat om het wetenschappelijk personeel. Ik zei al, bij onderzoeksprojecten heel erg kritisch doorvragen van wie trek je aan. We hebben bijzondere leerstoelen ingesteld. Denk aan de leerstoel van de diaspora, de Larouk leerstoel met Ruben Kaurisharan en de bijzondere leerstoel met Wayne Modest. Dus we proberen ook... Langs die weg. We hebben de summer course met Tony Boak uit Amerika en Decolonizing Europe. Dus we proberen zowel door het onderwijs wat we aanbieden en de staf die we daarbij kunnen inzetten, proberen we divers te zijn. En in onze onderzoeksprogramma's proberen we mensen aan te trekken die dat doen. Is het genoeg?
Nee, uiteraard niet. Nee. En dat is een hele heftige strijd. En ja, ik heb het er met Gloria ook over gehad, omdat wij toen op die winteruniversiteit, sommigen hier aanwezig weten dat waarschijnlijk nog, die winteruniversiteit vrouwenstudies in 1982 in Nijmegen. Toen ging het er al over. En nu zijn we hier en het is nog steeds eigenlijk een enorm probleem. Dus ja, mooier kan ik het niet maken. En voor mezelf kan ik alleen zeggen, ik doe mijn best, maar ik ben me ervan bewust dat het de gevestigde orde is. Die tweede vraag over 4 mei. Ja, ik heb ook wel gesproken op 15 augustus. Ik vind die 15 augustus nationale herdenking die er is heel erg belangrijk en tegelijkertijd ook ontzettend ingewikkeld. Nee, goed zo. Als je kijkt wie daar staan, als je kijkt hoe het Van Heuts regiment, dat zijn ook de mensen die op dit moment worden ingezet in Mali en die op dit moment, dus die internationaal worden uitgezonden en die in vredesmissies actief zijn. Als regiment koesteren ze een herinnering die vastzit aan de naam van Van Heuts. En dat is echt heel erg ingewikkeld. Dat is echt... Oké. Goed. Het is blijkbaar niet zo ingewikkeld. Blijkbaar is het niet zo ingewikkeld, maar ik hoor jij ervaart dat als ingewikkeld. Nee, ik heb het... Ja. Nee, maar Suzanne heeft het nu over haar perspectief als ingewikkeld. Ik heb het over een regiment. Luister. Suzanne, maak je reactie af. Ik heb het over een onderdeel van ons huidige leger. Waar ook veel Molukkers in zitten. Waar mensen zich laten uitzenden naar vredesmissies. Onder VN-mandaat, onder NATO-mandaat. Ik zeg niet wat ik ervan vind. Maar ik begrijp wel dat de geschiedenis van zo'n regiment aanwezig is. Ik zie dat ze op 15 augustus met hun traditionele attributen staan. En ik denk, nou... Hoe zouden de Duitsers dit gaan doen? Luister, ik stel voor dat Susan even haar reactie afmaakt. Daniel, kom op. Ik zeg iets... Dit is toch het verheerlijken van de hele situatie, dit? Ik zeg iets wat ik zie gebeuren en waarvan ik zie dat er in het leger, in het publieke debat, geen echte discussie, helemaal geen discussie over is. Het gaat wel over Van Heuts. Het gaat al over hoe interpreteren we de Atjeh-oorlog. Het is een voorbeeld. Dit is niet een discussie die we openlijk voeren voor de witte mensen, maar we hebben deze discussies echt wel. Rondom 15 augustus. Ja, begrijp ik. Begrijp ik, ja. Dat was het tweede. En het derde was de daders. Hè? Schrijven de daders de geschiedenis? De wetten, ja. En ik vind daar weer heel erg interessant. Hoe gaan we om met ons artikel 1 van de grondwet? Want, maar Jeffy, je lacht me uit. Mag ik vertellen wat ik wil zeggen? Ja, want, laat Suzanne ook eerst antwoorden op de vragen. Dan kunnen we daarna van alles van vinden. Maar ze mag wel eerst gewoon antwoord geven op de vraag. Artikel 1 van de grondwet, 1815, had als artikel 1 het grondgebied van Nederland... Nee, de grondwet gaat over het grondgebied van Nederland, zoals vastgesteld bij het congres van Wenen in 1815. Bij iedere verandering in het koloniale bestel veranderde artikel 1 van de grondwet. Dus op een gegeven moment verandert de naam, wordt het Nederlands-Indië, dan verandert de naam, laat me even uitbreiden. Het zijn alle grondwetwijzigingen, en grondwetwijzigingen zijn ongelooflijk belangrijk. Hè? Hoe gaan ze? Dat artikel 1 verandert alsmaar. Nederland wordt steeds kleiner, Indonesië ervan af. Maar in artikel 1 van de grondwet staat altijd, Nederland is dat en dat en dat. Dan krijg je al die territoriale gebieden. Maar de grondwet geldt alleen maar in Nederland. Dat is artikel 1 van de grondwet. Tot Indonesië is er al vanaf. Nieuw-Guinea komt erbij, gaat er weer vanaf. Curaçao wordt omgedoopt, Nederlandse Antillen. Artikel 1 wordt telkens aangepast. Totdat Suriname onafhankelijk is. En daarna krijgen we het huidige artikel 1 van de grondwet, het antidiscriminatieartikel. En je kan die hele grondwet spellen.
nergens staat meer in waar Nederland ligt. Dus de geschiedenis van de grondwet zelf is een onderdeel van een koloniale geschiedenis. En het langzaam maar zeker afkoppelen van het koloniale verleden. Ik vind het belangrijk dat we ons beseffen dat in de manier waarop wij nadenken over de Nederlandse geschiedenis, we als het ware die kolonies voortdurend hebben afgeschaft. En wat ik goed vind wat jij doet, is dat je de hele tijd zegt, je kunt die kolonie wel afschaffen, maar het is wel een geschiedenis waar je je toe moet blijven verhouden. Dat wil ik zeggen. Suzanne, volgens mij snij je hier een belangrijk punt aan, maar ik ben bang dat we niet aan onze tweede panel komen. Maar ik hoop dat jullie allemaal blijven om bij de borrel over deze onderwerpen door te praten. Want volgens mij is daar heel erg behoefte aan. Dus ik stel voor dat we luisteren naar KNAW. Of ga je niet namens de KNAW spreken? Hoe divers is de KNAW? De senior KNAW is weinig divers op gebied van kleur. Mm-hmm. En daar is hard aan geploeterd en getrokken om het qua gender wat beter te maken. Dat zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn. En dat heeft ook natuurlijk mee te maken met hoe het huidige hoogleraarbestand in Nederland in elkaar zit. Daar wordt als het ware uit aangeleverd. Dus wij kunnen niet kiezen van... Daar kunnen wij niet buiten gaan wie daar wordt genomineerd. Dat de jonge academie, daar gaat het al ietsje beter. Ik heb geen getallen in mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel zo dat de KNAW zich hier zeer pijnlijk en zeer van bewust is. En probeert om waar ze het kunnen doen te verbeteren. Maar dat lijkt natuurlijk nog helemaal nergens op. Ik bedoel het. Wat zegt u? Nee, ik ga dit even stoppen, meneer. Dit horen we inderdaad al heel lang van verschillende instanties. Punt, meneer, punt. Ja, hier gaan we het over hebben aan de bar, meneer. Dank voor deze toevoeging, maar ik wil graag op tijd eindigen zodat we dit soort verhitte discussies en gesprekken die hard nodig zijn, dat we die later ook nog kunnen voeren. Ik kan er nog één ding aan toevoegen. En dat is namelijk het bureau. Dus de mensen die bij de KNAW werken. Yeah. En die kunnen worden gerecruiteerd. En daar is de diversiteit dus veel groter. Okay. Want dat kunnen wij zelf kiezen. Ja, dank. Carina, college van de Rechten van de Mens, daar is het een en ander over gezegd en naar gerefereerd. Ik begrijp ook de frustratie en ook dat gezegd wordt de gevestigde orde. Mm-hmm. En de gevestigde orde bepaalt en die moet veranderen en dat deel ik. Hoe divers is het college samengesteld? Nou, het college zijn natuurlijk de collegeleden. Die zijn wellicht ook wat diverser dan men hier doet voorkomen. Want daar wordt zeker wel rekening mee gehouden. Ik bedoel, ik word misschien als wit gezien. Hè? Misschien heeft dat er ook mee te maken hoe jullie mij zien als onderdeel van gevestigde orde. Maar goed, hè? Dat zit misschien ook wat anders. En diversiteit is natuurlijk ook niet alleen maar etniciteit en afkomst. Maar heeft ook te maken met geslacht, met handicap, beperkingen en andere persoonskenmerken. De tijd dringt. Ik zou graag nog één ding willen zeggen, want dat is nog niet aan de orde gekomen. En dat is wel iets waar het college zich ook heel erg mee bezighoudt. En dat kennis enorm van belang is. Mensenrechtenkennis. Dus je eigen rechten kennen, maar ook die van een ander, zodat je die respecteert. En daar hoort ook het koloniale verleden en de zwarte bladzijde bij. Want alleen vanuit die kennis snap je de uitsluitingsmechanismen. En dat begint inderdaad echt met erkennen. Dus niet de ogen ervoor sluiten. Niet
niet, hè, want je kan iets niet bestrijden waarvan je het bestaan ontkent. En dat is denk ik ook wat hier zo belangrijk is, deze discussie. En dat inderdaad aan de poorten wordt gerammeld om de ogen te openen. Want daar begint het mee. Op welke vraag? Hoe divers is het college? Hoe divers? Aantallen? Nee, de vraag is terechtgekomen. Ik wil ook gewoon vragen de mensen de tijd, de ruimte geven om te antwoorden. En nogmaals, ja, en dat krijgt ze dus nu weer. En het heeft dan geen zin om vanuit verschillende hoeken de vraag te herhalen. Maar hoe divers? In procenten? Ik geloof dat ik net antwoord heb gegeven. Er zitten inderdaad mensen van verschillende kleur, achtergrond, met... Waarom zitten hier dan drie witte vrouwen? Waarom lijkt het niet op mij? Ik ga dit... Dat zou misschien wel moeten. Nee, kijk, dit is ook niet... Meneer, dit is ook niet constructief. Dit is ook niet constructief. Ik ga dit gesprek afsluiten. Ik ga mijn gasten danken. Suzanne, Jeffrey, Josine en Carina, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Ik hoop dat jullie blijven, zodat er ook nog in gesprek kan worden gegaan met het publiek. Dank jullie wel. En ik snap heel goed dat er heel veel emoties is rondom diversiteit en inclusie. Ik voer al jaren gesprekken over dit onderwerp. Het is, we willen wel, maar we kunnen ze niet vinden. Het is inderdaad een klassieker waar we tegenwoordig niks meer aan hebben. Maar we kunnen er iets aan veranderen door ons ook zelf aan te melden. En nou weet ik toevallig, dat heb ik deze week gezien, dat het College voor de Rechten van de Mens 2 leden voor de Raad van Advies zoekt. Dus ik zou zeggen, zoek die vacature op en solliciteer. En zo worden die instituties ook diverser. En als je zelf niet solliciteert, stuur hem dan door naar mensen die daarop kunnen solliciteren. Dat is iets concreets waar we zelf mee aan de slag kunnen gaan. Goed, ja, we hebben minder tijd over voor ons tweede panel, maar het is wel een belangrijk panel, dus ik ga ze snel aankondigen. En ik zou willen dat het iets rustiger is in de zaal, zodat we ook naar elkaar kunnen luisteren en zodat we ook in gesprek met elkaar kunnen gaan. Dank jullie wel. We hebben het net gehad inderdaad over mensen die in de wetenschap werken. We gaan nu naar de cultuursector, fondsenverstrekkers die er helaas niet zijn, maar waar we wel op ingaan, media en onderwijs. En allereerst hebben we Harm Stevens, conservator geschiedenis 20e eeuw in het Rijksmuseum. Publiceerde onder meer over militaire expedities in Nederlands-Indië en de museale verzamelingen die daaruit voortkwamen. Goedenavond, welkom. Ten tweede hebben we Maud Knook, bestuurslid van VGN Kleio, de Vereniging van Geschiedenisdocenten in Nederland. Welkom. En ten derde wil ik Patricia graag vragen om in het panel plaats te nemen. Welkom. Ja, we hebben helaas minder tijd over voor dit panel, maar het is wel een belangrijk panel. We hebben hier het onderwijs en de culturele sector. En ik ben heel erg benieuwd te horen vanuit jullie naar deze discussie wordt gekeken, hoe jullie dat integreren in jullie werkzaamheden. Met wie mag ik beginnen? Ja, het Rijksmuseum. Ik vond de twee voordrachten heel scherp. Mm-hmm. En daardoor ook heel louterend, zal ik maar zeggen. Ja. Yeah. Interessant om te zien dat, kijk, ik ben een historicus, dus ik kijk naar het verleden. En wat dat mag ik wel zeggen, zeer leerzaam is van deze twee voordrachten, is natuurlijk dat het niet alleen om dat verleden gaat, maar dat het er ook over gaat hoe er nu naar gekeken wordt. En dat die discussie heel actueel is. Nou is het natuurlijk zo dat ik ook niet helemaal naïef ben. En dat we dat ook wel weten, maar ik moet zeggen dat juist door deze twee sprekers mij ook nog eens goed in het gezicht geworpen is, als het ware, hoe dingen nu nog steeds misschien allerlei misstanden bevatten. En hebben jullie het hier over in het Rijksmuseum? Heel veel, maar eigenlijk niet op de
op de heel geprononceerde manier waarop nu ook in deze discussie daarover wordt gesproken. Dus daarom noem ik het ook even een loutering. Ik vind het interessant. Het is heel leerzaam. En Marjolein van Pagée had het over naïviteit. Ik denk dat dat even in een andere context was. Maar ik wil niet ontkennen dat... Als je vraagt, hebben jullie het er in het museum over? Ja, dat hebben we in het museum. Maar nu ik hier zo zit... voel ik toch dat daar ook misschien een soort van naïviteit in zit nog. Naïviteit in het gesprek? We gaan even eerst het gesprek voeren en dan komen we weer in de zaal. Ik snap dat er emoties zijn, maar laat de mensen ook even uitpraten. Bij ons in de organisatie. Of misschien is het onwetendheid, hoe je het ook wil noemen. Ik heb je antwoord dus niet gehoord, maar naïviteit in het gesprek? Dat is voor ons een heel erg actueel thema, vinden we. Dus er wordt veel over gesproken. In het geval van mij, ik werk voor de afdeling geschiedenis, dus het is voortdurend altijd in verband met ook hoe kijk je naar de geschiedenis en met de vraag die hier, geloof ik, aan de orde is. Naïviteit, misschien is het ook nog een tamelijk vrij, wordt het nog tamelijk vrijblijvend bekeken. Kijk, ik werk in het Rijksmuseum en dat is een heel groot instituut inderdaad. Yes. Dus ik zit hier laten we ook meteen de vraag stellen, hoe divers is dat instituut? Ik denk dat dat nog vrij matig divers is. En er wordt nu natuurlijk heel serieus naar gekeken om dat te doen veranderen. Yeah. Maar ik weet die cijfers niet, maar... Het is niet voldoende divers, denk ik, op dit moment. Zeker niet als je kijkt naar de onderwerpen die wij ons hebben toegeëigend. Zoals jij dat hebt aangegeven. Maud, hoe zit dat bij jullie? Hoe leeft deze discussie? Goed, dank wel. Ja. Ik ben dus bestuurslid van de VGN. Ik ben een van de 2000 aangesloten leraren bij die vereniging. 2000 individuen die allemaal het verhaal vertellen zoals wij het ook zelf hebben gehoord in onze studie. Ik heb de afgelopen maanden dankzij de VGN en omdat ik daar ook voor benaderd ben, veel meer bezig gehouden met wat betekent het, wat betekent diversiteit en wat zijn mijn woorden, welke woorden gebruik ik. En ik ben heel dankbaar dat ik in de discussies, de gesprekken, de lezingen vanavond, dingen hoor waarvan ik denk van, ja, dat is wat ik moet vertellen aan mijn leerlingen. Want ik kan iets doen voor de toekomst. En ik vind het heel belangrijk dat je als leraar geschiedenis dat verhaal verder vertelt. En wat ik hier hoor, vertel ik verder. De Vereniging van Docenten Geschiedenis vertelt dat verhaal verder in de Kleio, dat is ons verenigingstijdschrift. Daar is ruimte ook voor dit verhaal. En daar moet aandacht voor zijn. En de docenten geschiedenis, die staan niet met oogkleppen op. Die beluisteren dat. Er is ook een commissie wereldgeschiedenis in onze vereniging heel actief. Bijvoorbeeld nu met de Black Archives geweest. Met een andere invulling van de 10 tijdvakken. Waar dient aandacht voor te zijn? Waar moeten wij de toekomstige generatie kennis over overdragen? Dat is van belang. En dat is wat ik heb geleerd. Zeker, natuurlijk heb ik van alles bestudeerd. Natuurlijk heb ik daar aandacht voor gehad in mijn studie. Maar in mijn werk nu gaat het om hoe vertel ik het verhaal verder. En ik kan u hier vertellen dat onze vereniging daar echt mee bezig is. En dat is heel... Ja, dat kan gezien worden als een excuus. Van ja, wij doen er wat aan. Ja, maar we moeten ergens beginnen. En de bewustwording dat we moeten beginnen en dat we de eerste stappen zetten, dat kan ik u bevestigen dat dat zo is. Dank, Maud. Mag ik ook? Ja? Dat wij het verhaal vertellen. Dat de geschiedenis niet mooi is geweest. Dat wij foute dingen hebben gedaan. Wij, de Nederlanders. De Nederlanders. Als alleen al koningin Maxima zegt, de Nederlander bestaat niet. Dan is er al een enorme oproer. Van hoe durft ze dat te zeggen? Ja. Nou, alleen dat je daar al aandacht voor hebt. Dat mag zijn dat er andere gedachten mogen zijn. Dat er andere mensen zijn die een bijdrage leveren aan ons gezamenlijke gebiedje waar wij wonen. En dat we
die andere geluiden moeten erkennen en herkennen. En dat is van belang en dat probeer ik in mijn verhaal aan die Nederlandse kinderen van welke achtergrond dan ook, om dat verhaal te vertellen. En dat is mijn rol, mijn taak als docent. Dank Maud. Ik ga weer even naar Harm van het Rijksmuseum. Want ik weet dat jullie bezig zijn met een grote tentoonstelling over de slavernij. Ja. Hoe wordt die opgezet? En wie mag daarover? Mag ik iets vertellen over een andere tentoonstelling? Die gaat over Indonesië. Ja. Werktitel Revolutie. Dus die gaat over de jaren na 1945. Dekolonisatie, zoals wij dat noemen. En die tentoonstelling, daar hebben we ook heel nadrukkelijk van gedacht. Dat moeten we niet, laten we zeggen, al te institutioneel gaan doen, dat wij dat nu gaan doen. Mm-hmm. Dus daar hebben we heel concreet twee Indonesische conservatoren aangesteld. Die zijn in Indonesië, maar die werken met ons samen aan het project. En de bedoeling is heel erg nadrukkelijk om dat dus een project te maken wat ook in Indonesië te zien zal zijn. Is allemaal in ontwikkeling nu, maar daar proberen we heel nadrukkelijk dus eigenlijk als het ware samen met Indonesische onderzoekers die geschiedenis voor het voetlicht te brengen. En, nee, die doet daar niet aan mee. Ja, nou, prima. Ja. Ik doe er wel aan mee. Maak je antwoord af, Harm. Nou ja, goed, ik kan er alleen maar heel lang, maar dat wil ik eigenlijk niet nu enthousiast over zijn. En over de tentoonstelling over slavernij, gaan jullie daar een aanpak voor? Daar zit een ander team op, waar ik ben daar zelf niet heel direct in betrokken. Het is wel de afdeling geschiedenis die kar vooral trekt. Ik moet dat een beetje nu zo doen vanuit mijn hoofd, van wat ik daarvan hoor. Maar daar heb ik het gevoel dat er ook heel duidelijk geprobeerd wordt met de buitenwacht te praten alvast. Nu die tentoonstelling in voorbereiding is. Hij is gepland voor volgend jaar, geloof ik. Ja. Dus dat zijn natuurlijk dingen dat zijn allemaal ambities die we hebben. En ik snap de vragen van, word concreet. Nou ja, goed, in het geval van dat verhaal over Indonesië kan ik dat zijn. We doen dat samen met Indonesische onderzoekers. En vermaak me daar zeer mee. Heel goed. Patricia, we gaan even naar jou. We komen zo bij de zaal. Ik wil jullie vragen om nog even geduld te hebben en even te luisteren naar de antwoorden van onze gasten. Dank jullie wel. Patricia, naast de cultuursector, het onderwijs, hadden jij en de Bali ook graag iemand van een fonds willen hebben. Dus die had hier moeten zitten, maar die wilde niet, kon er niet. Maar waarom vond je het belangrijk? Volgens mij, hij gaat meteen aan, Patricia. Waarom vond je het belangrijk dat er überhaupt een fonds bij zou zijn? Oh ja. En wat zegt het erover dat die er niet zijn? Hele goede vraag. Ja. Ik wilde hen er graag bij, omdat die fondsen ook een totaal wit personeel hebben. Mm-hmm. En dat houdt in dat ze zich niet kunnen indenken in de onderwerpen en de ideeën die jij ook kunt inbrengen als zwarte. Dus ze zitten in een eigen bubbel. En daardoor krijg je gewoon veel minder toegang. We krijgen, en het is natuurlijk sowieso voor iedereen al moeilijk om subsidie te krijgen van de fondsen, want die zitten op het geld alsof zij het zelf hebben verdiend. Yeah. Dus dat erken ik wel. Maar voor zwarte is het gewoon ontzettend moeilijk. En ik vind het nu dus heel erg, hoe moet ik het zeggen, netjes blijven. Ik vind het niet voor hen spreken dat ze niet hier hebben willen komen vanavond to face the music. Maar dat hebben de andere mensen van de gevestigde orde wel gedaan. En ze gaan de discussie wel aan. En dat is wel een hele goede stap aan. En zij hebben hun heel slechte kant laten zien, vind ik. Dat heb je heel netjes gezegd, Patricia. Als we bijvoorbeeld hebben over, we gaan zo naar de zaal, mensen. Ik bedoel, de mensen zijn bereid geweest om hier te zijn, om in gesprek te gaan, maar dan moet je ze ook even laten uitspreken. Dat is gewoon echt heel netjes. Ik heb net de vraag gesteld over de tentoonstelling over slavernij. Daar is een andere afdeling mee bezig. Maar hoe zou jij willen zien dat zo'n tentoonstelling wordt aangepakt? Natuurlijk, om de mensen over wie die tentoonstelling gaat er natuurlijk ook bij te betrekken en niet alleen in de catering. Hè? En, of entertainment. Of entertainment, bijvoorbeeld. Yeah. En wat ik dus ook vind, en dat wil ik wat algemener trekken, als dus de zwarte mensen of de Indische, Indonesische mensen of andere mensen van de nieuwe Nederlanders, hoe noemen we onszelf allemaal,
als die mensen niet dus die bepaalde standaard hebben die witte Nederlanders al hebben, dan vind ik het eigenlijk, mag ik het woord jullie gebruiken, jullie plicht van 400 jaar voorsprong, jullie plicht om ervoor te zorgen dat de mensen wel aan die standaard voldoen. Vooropgesteld dat het geen eurocentrische standaard is, hè? Dus je kunt niet meer zeggen, je kunt niet meer zeggen, we kunnen ze niet vinden of ze zijn niet goed opgeleid. Want je moet ze zoeken en je moet ze opleiden. Want het gaat erom dat wij hier met elkaar moeten leven. En we hebben veel grotere, hoe zeg je dat, uitdagingen in de wereld dan gewoon hier op dat kleine vierkante millimetertje waar we met z'n allen zijn, elkaar steeds het leven zuur te maken om een stukje geschiedenis, om iets van het verleden. We zouden toch ook gewoon lekker met z'n allen ieder een deel van de geschiedenis kunnen onderzoeken zonder meteen een strijd daarvan te maken. Ik snap die strijd niet en die strijd is niet van ons gekomen. Dat wilde ik even zeggen. Wil je daarop reageren voordat we naar de zaal toe gaan? Ja, dat weet ik wel. Nou ja, misschien vervelend dat ik de hele tijd niet over die slavernijtentoonstelling praat, maar wel over dat revolutieproject met Indonesiërs. Ja, we vinden ze, die Indonesische historici, die zijn er natuurlijk. Dat is een heel groot land waar miljoenen mensen wonen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. En nou ja, goed, dat is een experiment wat we nu aangaan. En je kunt, ik ben het er wel mee eens natuurlijk dat het misschien heel laat is. We hebben een collectie die heel koloniaal is en waar allerlei Indonesische geschiedenis in is vertegenwoordigd op een of andere manier. En als je daar dan samen met Indonesiërs naar gaat kijken, dan is dat heel interessant. En ik denk wel dat het ook goed is om je misschien te realiseren dat dat ook misschien laat is. Dat we dat nu pas doen. Ja. Ja. Het is 10:00. We hadden nu eigenlijk naar de bar moeten gaan, maar ik ga toch even twee mensen aan het woord laten. Die dame met het groene vest. Ja. Aan Harm Stevens van het Rijksmuseum. Ja. Dat is natuurlijk onze nationale schatkamer, zoals het heet. Wat ik interessant vind, jullie hebben nu die twee grote tentoonstellingen op stapel staan. Maar blijft het bij deze tentoonstelling? Of gaan jullie ook iets doen met je vaste collectie? Dat je dat je eigenlijk de geschiedenis en wat je leert van die tentoonstellingen die jullie gaan organiseren, dat je die door dat hele kolossale museum heen laat zien aan de mensen. Teruggeeft denk ik, nou dat is misschien jouw pak Jan, maar ik ben... Maar uw vraag is volgens mij duidelijk, toch Harm? Ja, daar gaan we graag op door natuurlijk. Zo'n tentoonstelling maken, dat is een onderzoek. Dat doe je hopelijk zoveel mogelijk met ook groepen van buiten om daaraan samen te werken. Dus het is heel nadrukkelijk de bedoeling om dat ook zijn effect te laten hebben op die vaste opstelling in het Rijksmuseum. Die jij de Nationale Schatkamer noemt. Ik weet niet of we dat nog zo willen noemen nu. Maar er is een project dat heet Ondertussen. Ik geloof dat er een Engelse titel voor gekozen is. Het is In the Meantime. En dat project draagt in zich dat, mede naar aanleiding van de slavernijtentoonstelling, dat er na een aantal van onze voorwerpen en schilderijen die in de vaste collectie altijd hangen, dat daar gekeken gaat worden vanuit een oogpunt van slavernij, bijvoorbeeld. Dat zijn invalshoeken die in de dominante cultuur lang niet voor de hand hebben gelegen, maar daar willen we nu wel naar gaan kijken. Dus dat wordt tijd. Nou, we gaan eraan aan werken. Dus ik denk dat het wel een aanleiding is om verder te kijken. Ja. Zeker. Ja, daarachter Marlijn. Zullen we die twee heren allebei achter elkaar doen? Dan gaan we weer naar het panel. Ik ben Iman Feijman. Ik heb een vraag aan zowel Harm Stevens als Maud Knook. Knook, misschien is het wel mogelijk voor u om die tentoonstelling, een permanente tentoonstelling van te maken, die dan ook door alle gemeenten reist en ook als lesmateriaal kan duren, gebruikt worden in Indonesië. Als jullie toch al interactief bezig gaan met mensen in Indonesië. Duidelijk. Laten we eerst de vraag achter elkaar doen en dan kunnen we reageren vanuit het panel. Yes.
Mijn vraag is, als je je dan gaat relateren aan die geschiedenis en het gaat behandelen als een zwarte bladzijde en daar meer aandacht aan geven, is het dan mogelijk? Ik heb even gegoogeld, ik dacht geheid ga ik het vinden. En ja hoor, rijksmuseum.nl, jij en de Gouden Eeuw en een traject voor kinderen. En mijn vraag is, we hebben in de opening gezien, hè, de genocidaire slavernij. We hebben in Suriname bijvoorbeeld van 350.000 hebben we een afname gehad van 90% die er zijn overgebleven. We hebben van de CARICOM-landen in de Caribië hebben ze cijfers van 10 miljoen tot slaaf gemaakt zijn gebracht naar het Caribisch gebied, waren er 2 miljoen van over. Van de inheemse mens van 3 miljoen naar 30.000, 1% over. We hebben het over genocidaire periode. Mijn vraag is, als je je dus gaat verdiepen in die geschiedenis en je bent daar bekend mee, schaam je dan niet dat je het überhaupt nog over een Gouden Eeuw hebt? En moet je dan niet dus gewoon gaan herschrijven? Dankjewel. Merlijn, deze dame nog heel even, want die zag ik ook. Even wachten tot u de microfoon krijgt, zodat we u allemaal kunnen horen. De microfoon. Ja, ik wilde aan de heer Stevens vragen. Initiatieven die van buiten komen, van mensen. Waarom worden die altijd afgewezen door het Rijksmuseum? Het is hier een urgent probleem. Welke initiatieven bedoelt u? Nou, trouwe foto's. Kwam ze met initiatief bij de gemeente, bij het Rijksmuseum. Mm-hmm. Zonder meer direct opzij gezet. Yeah. Waarom steeds als je met een initiatief van de mensen komt, van een kleine tentoonstelling, waarom wordt het altijd afgewezen? Dank u wel. Wie mag ik eerst het woord geven? Het Rijksmuseum heeft bijna alle vragen gekregen. De eerste vraag was voor jullie... Reizende tentoonstelling van Iwan. En of jullie niet samen dan kunnen werken en samen kunnen opnemen. Wil jij daar iets over zeggen? Want dat lijkt me leuk, anders moet ik de hele... Het onderwijs maken wij heel graag gebruik van datgene wat wij aangeboden krijgen door musea. Want de heer Buma heeft het al gezegd, alle Nederlandse jongeren moeten naar het Rijksmuseum, moeten kennis kunnen nemen van wat er is uit het verleden en aan kunst. Nou, wij als onderwijsgevende maken daar heel graag gebruik van. En zeker maken wij gebruik van datgene wat wij aangeboden krijgen. En helemaal als het een keer een ander verhaal is. En dus heel graag en heel vaak zal dat dus ook een weg vinden naar het onderwijs. Is er aanbod? Het onderwijs neemt het af. Ja. Het is een heel goed idee, Iwan, denk ik, om die tentoonstelling... de bedoeling is dat hij sowieso gaat reizen naar Indonesië. En nou ja, goed, even in aansluiting met de eerdere vraag. Het is natuurlijk ook heel interessant om, als je zo'n project ontwikkelt, om daar dan iets aan over te houden. En misschien ook wel om meer aandacht te besteden aan de Indonesische revolutie in het Rijksmuseum. Dat is iets wat nu eigenlijk betrekkelijk bescheiden wordt gepresenteerd. En ik ben er zelf groot voorstander van. Gouden Eeuw. Hadden we nog de Gouden Eeuw? Gouden Eeuw. Ja, problematisch inderdaad. Ja, dit klinkt een beetje laf. Ik ben het wel met je eens dat je dat misschien, laten we dan zeggen, weer eens onder de loep moet gaan leggen. Je moet natuurlijk in ieder geval... Je had het over jij en de Gouden Eeuw. Dat is een soort onderwijsding. Ja, nou ja, ik weet dat niet precies in het geval van dat project. Maar ik denk zeker dat dit soort onderwijsaanbod ook meer en meer, als het niet al het geval is, op een hele genuanceerde manier gebracht wordt. En dat er dus ook binnen zo'n wat vrij juichende kreet van de Gouden Eeuw, dat daar aandacht is voor schaduwkanten, om het even heel kort te zeggen. En aandacht en ruimte voor projecten van buitenaf? Ja, daar willen wij altijd graag voor openstaan. Ik ben even niet bekend met dit specifieke geval, maar ja. Maar u kunt zo kennis maken en dan concreet over uw project. Ik zie u, maar we moeten echt richting een afronding. En daarna, maar ze blijven allemaal voor de borrel. Ja, maar niet iedereen kan aan de beurt komen. We hebben een programma van 2 uur.
Patricia. Ja, zeker. Ja, maar reageer maar eerst hierop en dan gaan we daarna naar mevrouw toe. Want je wilde geloof ik concreet ook reageren op wat Harm zei. Ja, als dat mag. Yeah. Nou, ik wou zeggen, van we moeten, kunnen die term Gouden Eeuw gewoon best intact laten. En wel erbij zeggen, vanaf de komst van de mensen uit de koloniën die die Gouden Eeuw mogelijk hebben gemaakt, noemen we het voortaan anders. Of tenminste, gaan we nu een nieuw tijdperk in. Dus die Gouden Eeuw gewoon laten staan. Modern. Heel goed. Goed, we gaan even naar de mevrouw die... U mag de allerlaatste vraag stellen. Dank u wel. Geduld is de volgende zaak. Zeker. Ja, mijn naam is Marien Koswal. Hey! Goeiedag. Allereerst heb ik een vraag aan Maud. Maud, sorry dat ik wat later kwam. Ik kom vanuit Nijmegen, het Afrika Museum. Ik praat vanuit mijn kind zijn. Mijn kind is een schone ziel. Dat is mijn uitgangspunt. Heel erg onbevangen, geen vooroordelen. Dat is mijn startpunt, mijn uitgangspunt. Maud, ik heb niet alles gehoord. Ik was hier niet vanaf het begin, maar ik heb toch wel behoefte in een vraag, om een vraag te stellen en een antwoord. Jij geeft aan dat je vanuit je vereniging bezig bent met het onderwijs. Ik heb het ervaren als een micro-positief iets. Op het macroniveau zijn het witte bestuurders die besluit nemen. Ben je het met me eens? Ja, denk het op het macroniveau zijn er geen mensen die op mij lijken of op die anderen. En ik, nogmaals, ik wil zeggen, ik praat hier vanuit mijn Afrikaanse afkomst. Ja, dus niet anderen uitgesloten, maar gewoon duidelijk waar ik voor sta. Welke levenskeuze ik heb gemaakt. Dus de witte bestuurders nemen daar besluiten in. Het gaat naar het mesoniveau, waar didactisch materiaal ingekocht wordt. Waar, zeg maar, uitgeverijen, teksten schrijven. Ben je het mee eens dat ik nog steeds de juiste richting op ga? Ja. En die worden geschreven door witte personen. Ben je daar ook met me eens? Ja, verschrikkelijk. Ik woon hier vanaf ik 9 jaar ben. Ik word dit jaar 59 jaar. Ik wacht 50 jaar op de verandering waar Peres het over heeft. En alle andere mensen die dit herkennen. En ik praat nu even nog steeds vanuit het kind. Ik ben geduldig. Ik heb dankjewel dat je me zag. Ik moest opstaan. Want ik wil niet zeggen dat ik ongeduldig ben. Ik wil zeggen dat ik het na 50 jaar jammer vind dat ik hier terminologieën hoor die absoluut niet over mij gaan. Ik ben niet de buitenwacht. Ik ben iemand van Afrikaanse afkomst. Geboren in Suriname met mijn oorsprong in Afrika. En ik heb 13 lijnen waarvan één keten van de familie Strijdhaftig in het Rijksmuseum is uitgekomen. Ik heb het opgezocht, 13 jaar oud. Ik besef waar ik vandaan kom. De terminologie die gesproken wordt, doet mij pijn. Het geeft mij het gevoel van uitsluiting. Dus dat wil zeggen dat niet ik alleen moet veranderen in de tijden dat ik alle soort titels had, van minderheid tot sambo tot wat dan ook. Nee, nee, nee. Het gaat erom dat ook jij u moet veranderen en ook Maud. En ik bedoel het niet slecht. Ik bedoel het omdat je moet beseffen dat ook jij daar een echt medeschuldig in bent wat we vandaag allemaal ervaren. Het moment dat je me nog steeds buiten, wat vandaag gezegd is, buitenkomst hoort erbij bij dat stukje slavernij. Nee, nee, nee. Het gaat om personen van Afrikaanse afkomst. Die terminologie horen we nu te gebruiken. Ik hoor hier iets zeggen van Gouden Eeuw. En Kenneth, jouw verhaal, tuurlijk, ik herken me daarin. We moeten ook leren elkaar dat respect te geven. Kom een keertje naar mij toe. Of naar mijn achterban. En met mijn achterban bedoel ik de persoon van Afrikaanse afkomst. Kom naar ons toe. Kom luisteren. Kom luisteren naar dat kind die hier 50 jaar woont. Dank u wel. En dat is een mooie uitnodiging. Maud. Ja, en ik heb gelukkig anderen met een andere achtergrond in mijn klasse. En gelukkig kan ik naar ze luisteren. En gelukkig ben ik hier. En realiseer ik me ineens welke verkeerde woorden ik kan gebruiken. En waar ik dus iets aan verander, omdat ik luister en dat ik u zie en dat ik blij ben dat ik u mag horen. En ik geef het door. Dank u wel. We lopen echt enorm uit, dus we moeten echt gaan afsluiten. Patricia, jij hebt deze avond mede georganiseerd. Hoe kijk je hierop terug en wat zijn je afsluitende woorden? En als het iets rustiger in de zaal kan worden.
Mijn afsluitende woorden. Ik dank iedereen dat jullie hier gekomen zijn om over dit moeilijke probleem na te denken. En ik hoop dat het echt ook op de agenda komt. Want ik vind het ook heel erg jammer dat we institutioneel racisme niet kunnen tackelen. En wat ik gehoord heb van het college, van die dame van het College van de Rechten voor de Mens, gaat dat ook niet gebeuren. Dus we hebben denk ik nog heel veel te doen. Dat wou ik eigenlijk zeggen. En dit is een beginnetje, denk ik. En we willen gewoon een eerlijke wereld met z'n allen. Daar gaat het om. Dank je wel. Zeker. En dat klinkt heel... Dat klinkt... We willen een eerlijke wereld. Dat klinkt... Ja, en dat snap ik heel goed. Dus ik heb ook heel veel geroezemoes doorgelaten. Maar ik vind ook dat als mensen bereid zijn om hier te komen zitten, dat het dan ook gewoon van respect getuigt dat we daarnaar luisteren om daar vervolgens mee in gesprek te kunnen gaan. Dus ik wil mijn gasten danken dat ze hier waren. Ik wil ook jullie bedanken dat jullie er waren. Nogmaals, check ook de vacatures en solliciteer daarop en stuur ze door. Want het is ook aan ons om die organisaties diverser te maken en op die deuren te blijven kloppen. En dank voor jullie komst. En de Bali gaat vast nog meerdere avonden hierover organiseren. Dank jullie wel.